In gesprek met Kees. Kees Baars. Uh, voor mij uh, niet oude pik, maar zo heet wel je boek. Hè? Dat staat hier uh, links van jou, rechts van mij. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Leuk dat je hier op Hemelvaartdag naar Vinkeveen bent gekomen. Deed je speciale dingen op Hemelvaartdag in het verleden? Nee, ik ben niet religieus uh, opgevoed. En Hemelvaartdag was altijd een vrijdag. Ja. En uh, toevallig ben ik vandaag mijn nieuwe motorscooter geweest ophalen... in uh, een plaatsje onder, uh, onder de Eindhoven. Leende, zei je net. Leende. Ja, leende, ja, ja, ja. Ik ja. leende hem 50 euro. Zeg maar. <laughs> nee, maar ik bedoel, op hem was bij toch ook bij Veronica van alles te doen, toch? Nu, vandaag was bij Radio 10 de Stairway to Heaven top 110. Kun je je iets herinneren wat je misschien op muzikaal gebied op die dag gedaan hebt, of is dat altijd langs je heen gegaan? Dat is altijd langs me heen gegaan, omdat natuurlijk altijd mijn werk was altijd op de vrijdag. Ja, de volle vrijdag. Ja, dat was natuurlijk s'avonds Kano Café ja. en uh, de, de woensdag was dus Radio 2 of Hilversum 2, heette het toen nog. Ja. En vrijdag was Radio 3, Hilversum 3 en vrijdag was Mijn Dag. Ja. Dus en de rest van de week deed ik andere dingen. Wat, wat bijvoorbeeld? Nou, ik werkte weer op de boerproducties. TV? dat was een, 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 een producent die maakte onder andere Countdown, het tv-programma, en Boos en, en een Top 40 met Jon van Inkel mm -hmm. En ik was de redacteur van het programma Countdown. Ja. Dus ik werkte een dag of drie, als ik me herinner, in de week bij haar op de boer in Bussum. En dan had ik uh, één dag uh, volgens mij niks te doen. Helemaal wel misschien dus voorbereiden voor uh, Koude Café. En vrijdag ging ik dan in Hilversum naar het kantoor van, van, uh, van Veronica om dan zeg maar, een bedrijfboek te maken, plaatjes in ontvangst te nemen. Nou, je kent het wel de laatste voorbereidingen. Ja. En dan s'avonds gingen we altijd. Uh, Gaan we doen? Ja. Even helemaal terug naar het begin. Hè? Want ik zit hier met een man van 1951. Ben je nou al 70 geworden of moet je het nog worden? Ik ja, moet nog worden. Wanneer? De juffrouw Lente, zeggen we dan. In oktober. Oké, okay. krijg je toch alvast je verjaardagscadeautje, voor ik het vergeet. Het boek van Rob Oud, althans de biografie van Rob Oud, geschreven door uh, Bert van der Veer. Mister Veronica, want die had je nog niet, hè? Bert van der Veer. <laughs> ja, die met ja. de pijp, ja. Nee, dat die, die nee. ken ik niet. Ik nee. heb zelf heel veel boeken van uh, Veronica, geschiedenis over Rob Oud en zo, en over Lex Harding, noem maar op. Want dat vind ik heel intrigerend, die geschiedenis. Ja. Het is natuurlijk heel bijzonder wat er gebeurd is. als je dat terugkijkt naar die geschiedenis. van hoe de Veronica zo groot geworden is. Dus ik ben daar er heel erg geïnteresseerd. Ik ben er heel blij mee. Nou, Alsjeblieft, al dat is dan namens uh, alle kijkers. voor je verjaardag. Nou, mag maar ik vast... met deze dan die aan jou geven? Oh ja, een mooie ruil. Ja, ja. Een mooie ruil oude keesbaars. Want het boek is nu een half uit. Hoe, hoe gaat het ermee? Ja, waanzinnig goed. Ik heb het in ja. eigen beheer gedaan. Uh, om verschillende redenen. De belangrijkste reden is als je naar een, muziek uit, of als je naar een uitgeverij gaat. Dan uh, moet je het eerst 40 keer schrijven en dan brengen ze het uit en het doen ze er geen zak aan. Geen promotie? Nee. Dus ik dacht ik doe dat zelf en dan doe ik zelf mijn promotie wel. Want ik heb best wel een goed netwerk uh, ja. in, de, in de radio tv wereld. En dan verdien je ook per boek gewoon veel meer. Mm. Dus uh, de gok was dat ik 250 exemplaren moest verkopen om uit de kosten te, te komen. En dat had ik na, na 10 dagen al en je hebt en, het boek niet zelf geschreven? Hè? Nee, nou, ik heb het samen geschreven met Jaap van Eyck. Ja. Ik weet niet of je weet wie Jaap van Eyck is. Ja, ik vond een aantal andere boeken van hem, onder andere over Focus. Hè? Ja. En over die Purple heeft hij een boek gemaakt. Ja. En dus jouw boek. Ja. Maar samen, hoe, hoe heb je dan ingesproken? Hij schreef het? of hoe hebben we? Je... Um, hij is uh, meerdere keren dagenlang bij mij thuis geweest en dan, uh, dan gingen we praten en dan nam hij alles op. En dat werkte hij thuis uit. Mm -hmm. En dan, dat was het, het zogenaamde framewerk, noem ik dat dan maar even. Ja. Dat stuurde dan naar mij toe. En op het moment dat ik het ga doorlezen, dan schieten me weer dingen te binnen en die schrijf ik er dan bij. Ja. Of ik verander dingetjes die ik niet helemaal goed begrepen had of zo. En ik maakte zeg maar tot het, een compleet verhaal. Ja. En dan ging het weer terug naar hem en dan ging hij dat weer uh, corrigeren en weet ik veel. En dat was een hele goede samenwerking. Hoe lang ben je ermee bezig geweest? Uh, nou ja zeg maar een jaar. Zeg maar eigenlijk de, de periode dat, dat, dat corona uitbrak. Oké okay, lekker. Want toen stopte mijn radioprogramma en toen dacht ik van wat zal ik eens gaan doen. Ja. En toen dacht ik van nou weet je wat, ik ga een uh, boek uh, maken samen met Jaap. We zijn nog collega's geweest bij Radio Veronica. Eh, na nou laten we zeggen 4.0 of 5.0 onder leiding van Erik de Zwart. Gaan we, gaan we het zo ook nog even over hebben. Um, maar even helemaal terug naar het begin. Jouw oom Aard. Heeft jou aangestoken met het muziekvirus? Hè? Ja, dat is een belangrijke man. Laten we echt over begin jaren 60. Ja. De broer van. De broer van mijn vader. van je vader. De enige oom uh, die ik heb. Mijn moeder was uh, enig enige kind en mijn vader. Had één broer. Oké. Okay. En het leuke was dat mijn uh, oom Aard was. was een beetje een bourgondische man. Die had een beetje een levensgenieter. En die zat in de muziek. Is ook niet zo oud geworden, geloof ik. Jawel, maar niet zo oud als mijn vader. Oké. Okay. Mijn vader volg... is in de 90 geworden. Mijn vader is 90 ja. geworden. Ja. ja. En oom Aard, denk ik, 75 zoiets. Oké, okay, toch? Ja. Niet ja. heel jong, is, maar ook niet Oud. Oh, ja. sorry. Um, maar het was zo dat hij was muzikant, hij speelde in allerlei kleine bandjes in de jaren 50 en de jaren 60, maar in al die nachtclubs op het op op Leidseplein en noem maar op en zo. En dat had hij een goede boterham aan, want dat verdween natuurlijk in de jaren 60. Uh, want toen kreeg je de beatmuziek en die nachtclubs die liepen niet meer ja. en het was, een beetje, ja, het was een beetje vervlogen tijden. Dus toen is hij bij een plaatmaatschappij gaan werken en toen is hij gaan werken bij Artoon. Een onderdeel van CBS, hmm. het latere CBS denk ik, het was nog geen CBS toen. En toen deed hij dus promotie. En je weet, promotiemensen hebben zakken met platen, ja. dus als we de kinderen jarig waren, dus mijn broers of ik, dan kregen wij een zak platen. LP's? Singles en LP's, ja. gewoon wat die had liggen. Maar, hij hij graaide gewoon wat uit zijn auto denk ik. En, maar wat geflopt was, nee toch? Ook, ook ja, niet, ook. Ja, gewoon wat die ja, had hoor, liggen. Ja wat hij had liggen. <laughs> Dat is wel een mooie manier ja. natuurlijk. Dus toen maakten wij al heel vroeg kennis met, met grammofoonplaten die wij zelf nooit konden betalen. Nee, want die kostte toen in die tijd? Nou dat kostte een singeltje vijf gulden. Ja, ja. Een uh, LP misschien wel een tientje, misschien wel meer, weet ik eigenlijk niet. Twee tientjes als je een, uh, een dubbel LP had. Ja. En uh, wat is, is oom Aart uh, nog beroemd? Nee, er was iemand anders die beroemd was in jouw familie, ja, toch? Ja, doch, zijn dochter. Goni Van dat liedje? Alle leuke jongens, veel vrije, maar het stadhuis is er niet bij. Nee. Ik vroeg Uiteindelijk haar... is hij wel getrouwd hoor. Ja, toch. Maar die is niet zo oud geworden. Dat nee. was ik daarmee in de war. Die, die, die was volgens mij 52. Ja. En um, ja. de precieze oorzaak van haar vroeg overlijden is nooit helemaal duidelijk geworden. Dus het vermoeden was dat zij aan bepaalde middelen zat. Oké. Okay. Maar dat is nooit. Nee. was ook een andere tijd. En uh, het, het is volgens mij ooit ontstaan in een periode dat zij uh, zeg maar wat labiel was omdat haar carrière een beetje in slop zat. In ja, maar zij zou de nieuwe Willeke Alberti worden. Maar... Zij zijn ongeveer tegelijk van dat gegaan. En uh, een, een, een tijdje zag het eruit dat ze allebei zeg maar, geluk, gelijk opgingen. Ja. Maar de singeltjes van Gonny, die flopten vervolgens. Ja. En Willeke die ging eigenlijk uh, door. Die werd natuurlijk een grote ster. En waar lag dat aan dat Gonnie dan toch niet zo doorbrak? Niet de goede plugger? Nou, of dat... Toch niet de goede liedjes? Dat kan natuurlijk ook. Ik, ik denk het laatste. Die liedjes die waren wel leuk, maar ja. ik, heb, ik heb zelf een heleboel singles van er in de loop der jaren verzameld, Viermarktplaats, uh, ja, weet ik veel. En ja, het enige is eigenlijk nog lulliger dan het andere. Laat ik het zo zeggen. Het was natuurlijk een andere tijd, dat wel. Ja. Maar um, wat ze deed ook bijvoorbeeld, uh, weet je de vertalingen van Conifrobus. Weet je wat, van Duitse uh, hits. Ja. Nou, dat werd in het Nederlands vertaald en dan werd het dus gewoon geen hit. Dan was het, het ja. origineel hit geweest. Priest. En, en de cover dan je niet, weet je wel, ja. ja. Maar ze heeft dus toch een hit op haar naam staan. Misschien dat we die nog eens een keer tevoorschijn kunnen toveren. En Muziekblad Oor bestaat dit jaar 50 jaar, hè? Ja. Jij was daar van de afdeling... Hard rock. Ja. ja. En uh, heb jij je, heb je dat boek al gelezen? We want more. Over, uh, ja. oh, is, het, is het wat? Ik zei: Vertel me, nou Patrick. Ik heb het één keer doorgebladerd. En toen heb ik het zaterdag raam raam Ja, waarom? Omdat ik er niet in sta. Ja, dat is kut. Ja. Ja, dat, is, dat heb ik met dat boek over 3FM. Ik heb er toch negen jaar gewerkt. Nou, er is geen enkele zin. Het boek is zo dik. Geen enkele zin aan me gewijd. Dat doet zeer. Ja, 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 dat is bij mij ook zo. Ja. Ik, ik heb, um, laten we zeggen, een bepaald genre muziek volwassen gemaakt in het blad. Want er werd voor mij, mijn tijd werd er incidenteel wel eens een stukje geschreven over hardrock. Maar niet structureel. En ik ben bij oor gekomen en ik heb dat echt een structureel onderdeel van het blad gemaakt. Ja. En, um, en je hebt ze aan een Queen interview geholpen met Kerst. Ja, ja, dat en had er toch op zijn minst in moeten staan. Namen. En uh, Van helen, ook niet te vergeten. Ja. De, de, de Nederlandse jongens. Ja. Die, uh, waar, waar ik als eerste in Nederland bij was in Amerika. Hoe het kan het, dat, dat dat er niet in staat dan? Nou, omdat... Ze, ik heb het gevraagd en uh, toen hebben ze gezegd... Ja, we hebben gekozen voor de persoonlijke verhalen. Toen heb ik gezegd, nou prima, dat snap ik. Maar waarom het een doen en het ander laten? Ja, ja, ja we moesten keuzes maken. Ik zei, nou ja, prima. Ik zei, maar... Weet je wel, dat je kiest voor de wat persoonlijke verhalen, snap ik. Die heren destijds best wel veel impact, van Constant Meijers en van Peter van Brugge. Mm -hmm. Die waren wat persoonlijk getint, die verhalen. Dat zo deed ik het zelf nooit. Dat vind ik allemaal prima, alle respect. Maar weet je, je kunt het een doen het ander niet laten. Dus nou. Ze ook wel in ieder geval één verhaal over Hartsburg kunnen schrijven. Want, waarom niet nog een verhaal over Led Zeppelin? Of ja. over Deep Purple? Of over ja. Black Sabbath? Of over Van Of over Guns N' Roses? Het zijn toch hele grote namen? Ja. Nou, daar heb ik allemaal over geschreven, geen woord. En nou ja, ze hebben wel gelukkig aandacht besteed voor jou, aan jouw boek op hun website. Ja, hè? dat wel. Dat hebben ze gedaan. Um, dus dat boek kunnen we overslaan. Ja, Willem Bembaum, die daar werkt bij Oor, die, uh, die ken ik uh, persoonlijk ook wel vrij aardig en zo, maar, die vond mijn boek geweldig. En die heeft een fantastische recensie ja, geschreven. Het, ja. Dus daar was ik heel blij mee. Oké, okay, dus dat, nou ja, iemand hoef ik daar hoeft het niet verder over te hebben. Hoe, hoe kan het eigenlijk dat Oor nog bestaat? Want al die buitenlandse muziekbladen, die zijn allemaal uh, over de kop gegaan. Maar mijn indruk is dat ze het levend hebben gehouden voor het jubileum. Oh ja, en dat het nu. Nou ja, misschien niet nu meteen, maar dat je toch wel. Ja. dat er dit jaar wel een, een uh, digitaal gebeuren gaat worden. Ja, want ja, je moet nu al betalen. Ik wilde, ik wilde iets lezen over, over jou nog op de site. En uh, ik kwam niet verder dan een betaalmuur. Ik, denk, nou, lekker dan. Um, Kijk, volgens mij is er, is er geen, uh, geen, geen basis meer om uh, te overleven. Nee? in deze tijd met print. Nee. Vroeger of later ga je eraan onderdoor. Ja. He, heb je nog veel oors liggen? Je, hebt, je zult alle oors waar jij voor geschreven hebt. Dat... Ja, ik heb alle jaargangen dat ik uh, geschreven heb ingebonden in de kast staan. Lekker. Dat het wel makkelijk is gewoon makkelijk als je een boek gaat schrijven. Dat je dan alles kan terugzetten. Ja, 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 ja. Vertel ons eens even over Queen. Want ja, dat is toch een legendarisch verhaal. Je hebt het vaker verteld. Maar uh, je oor zei nou gaan ze me niet interviewen. Je dacht, ik doe het toch? Ja, ze vonden het een kutband. Kijk, en ik was fan vanaf het allereerste album. En als jij iets van Queen weet, dan weet je dat het eerste album behoorlijk hard rock was. En het tweede album ook. Dus ik was eigenlijk vanaf het begin fan. En ik moet wel zeggen dat ik dus bij het derde album, She Heart Attack, wel dacht van dat ze wel een beetje richting richtingen ingingen met een beetje gekke liedjes. Maar ik bleef altijd toch wel aan hun kant staan. Ja. En toen zou het vierde album uitkomen en toen kwam ik bij Oort te werken. A Night at the Opera. Ja. Dan kreeg jij een bandje of zo? Nou, ja, ik, ik heb op een gegeven moment uh, in de vergadering gevraagd of ik erover mocht schrijven, nou, dat werd afgewezen. Queen, kut, bent weet je wel, Want het zit allemaal van die, weet je, van die mannen met allemaal zijn eigen eilandje? Die was van de reggae, en die ja, ja. was van de volk, ja, die ja. was van uh, Neil Jong, en die was van uh, noem maar op, veel En ik kwam daar een beetje binnen, weet je, met lang haar en een beetje grote mond en zo, dat vonden ze allemaal, maar, vonden ze maar niks. Toen dacht ik van, nou, weet je wat, ik ga gewoon eens zelf uh, op pad. Dus ik heb IMI gebeld, ik heb gezegd, luister, ik werk bij Oor sinds kort hebben jullie al uh, materiaal van de nieuwe Queen erop? Ja, we hebben een cassette. Zeg, wil je die opsturen? Ja, oké. Okay. Dus je heb die cassette opgestuurd voordat hij uitkwam. Met Bohemian Rhapsody ja, erop. Ja, dat is heel album. Ja. Dus ik luisterde het album af en ik was natuurlijk al Queen fan en ook al een beetje Queen kenner en ik hoorde dat Bohemian Rhapsody en eigenlijk kwam in dat nummer alles bij elkaar wat ze daarvoor gedaan hadden. Zowel de hardrock ja. als de de, de achtige kant die ze hebben. Symfonisch. Ja, symfonisch kant. En, ja. Zo. en ik dacht van, ja, dit is gewoon het totale queen-nummer. Ja. Maar ik dacht, het wordt nooit wat op single, want het is zes minuten. Ja, dan typen er wel meer, hè? Ja, maar ja, dat was een soort ijzeren wet. Ja, ja. Dit kan geen hit nee, worden. Nee. Terwijl ik wel vond dat het daar goed genoeg voor was. Ja. Nou, afijn, uh, ik had het gehoord en ik had zoiets van, nou, dit, is, dit is voor queen, drop het eronder. Dit wordt of een mega-hit, of het is gewoon een flop van je welste. Toen heb ik IMI gebeld, want ik had gezien dat ze concerten deed in Londen. Toen heb ik gezegd van nou, ik ga op eigen initiatief in Londen toe. Als jullie een uh, ticket kunnen regelen of uh, nu een uh, gastenlijst... en een hotel kunnen regelen, zeg, dan ga ik. Kun je een interview als jullie dat willen regelen? En IMI, die dacht van, je, doet die voor oor? Ja. Dus dat uh, deed ik helemaal niet voor oor, dat deed ik vanzelf. Ja. Dus alles geregeld. Dus ik ging met Anton Corbijn, de beroemde fotograaf. Toen nog niet zo beroemd, maar... Toen nog niet zo beroemd, nee. en we waren allebei groentjes. Ja? Gingen we met de auto, met de boot, naar Londen toe. En toen werden we ontzettend leuk ontvangen door die jongens van Queen. Die hadden zoiets van, wat, kom je uit Nederland? Voor ons altijd het leuk, weet je wel. Nou, dus we helemaal, helemaal enthousiast waren ze. En toevallig op de dag dat we daar waren, dat, voor het concert, kwam de single op één. Queen in a Rhapsody. Ja. Die had er drie weken over gedaan. Ja. Die was dan zeg maar november, zo begin november uitgebracht. En na drie weken, op de dag dat die uitkwam was het concert. Dus die waren in een goede bui? Ja, dus de IMA, die, die, die zag het al aankomen, die hadden dus na afloop van het concert een feest georganiseerd in zo'n heel chic duur hotel ja. en uh, die jongens Queen, uh, met name de drummer, die zei tegen ons, jullie moeten vanavond ook meegaan naar het feest, weet je wel, want die waren natuurlijk allemaal uh, door dolle heen, Zo, hoe meer mensen hoe beter. Ja, ja, ja. Dus wij met, uh, wij met, met, ook naar het feest toe en was heel erg leuk. Te waren. Was, 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 dat, Kostelijk moeite gespaard. In mij had zoiets van: nou, dit is de grote doorbraak, mag allemaal veel geld kosten. Ja. En Ringo Starr was daar. En, en daar werd ik hem voorgesteld door die, door die drummer. Weet je, weet je, weet je weer? Um... De drummer van Queen. Ja, dat ben ik even kwijt. En ja, dat moet parate kennis zijn voor mensen die jarenlang bij Veronica gewerkt hebben. Ja, dat is waar. Het is niet Brian May, dat is de gitarist. <laughs> het ik zou maar... niet zeggen: je dat is een zanger. Nou, ik, ik doe gewoon weer hetzelfde als bij het interview met Francis Dix. Ik weet dat mensen het niet leuk vinden. maar We gaan gewoon even googlen. <laughs> Maar in ieder geval, die, die heeft daar het meeste contact mee. Ja. En die nam ons echt, echt op sleeptouw naar het ja. feest. Drummer van Queen, dames en heren, zijn naam is Roger Taylor. Roger Taylor, maar natuurlijk. Hoe kon ik het vergeten? Ja, nou ja, dat maakt ook niet uit. We worden allemaal een dagje ouder, ik ook. Um, heb je de, de Queen-film gezien en wat ja. vond je ervan? Ja, vond ik geweldig. Ja, wat vond ja. je er zo goed aan? Nou, uh, ik, ik, ik snapte wel dat het een beetje uh, geromantiseerd moest worden. Dat zou ik zelf ook doen als nee. ik zo'n film moest maken. En ik vond die hoofdrolspeler, die vond ik buiten gewoon ja. overtuigend. Ja. Dat, ik ik vind die, die jongen die heeft zich zo waanzinnig goed ingeleefd. Ja. Kijk, ik ken Freddy niet goed, maar ik heb Freddy wel meegemaakt in die begintijd hoe hij uh, privé was, ja. weet je, wel? dus niet op een bühne En hij had me gewoon helemaal te pakken. Ja. Ik was echt onder de indruk van nou, hoe kan iemand zo goed zo'n personage nadoen. Ja, en die mix met die, met die originele beelden en zo van live eten, dat ja, is wel ja, heel ja. goed gedaan. Ik he. vond de film fantastisch, echt ja. waar. Ik, ik, ik had niet gedacht dat ik hem leuk zou vinden. Want ik dacht dat ik me zou gaan erger aan het feit dat er dingen verdraaid waren. Mm -hmm. Want er was iets over de Amerikaanse toer, daar klopt helemaal niks van. Maar het paste wel heel goed in de film. Ja, ja, en, en achteraf dacht ik van ja, je, het is toch goed gedaan. Want de meeste mensen weten die historie niet. Dus die staan er verder niet bestil ja. En als je dan kijkt naar het resultaat. Was het gewoon echt Prachtig, supergoed. hè? Aanraden voor iedereen die het nog niet gezien heeft. Um, hoe vaak heb je Queen in totaal geïnterviewd in je carrière? Daarna nog een keer, toen ze zo groot waren? Of ja. bleven de deuren ja. toen gesloten? Nee, volgens mij nog één of twee keer, maar... Eén uh, keer, nou, ik moet misschien eerst even het verhaal afmaken oh, van Londen. Ja. Want uh, wij gingen dus terug naar, uh, naar Nederland. En toen was de single in Nederland ook een grote hit geworden. Ook al bijna nummer één toen. Ja. En toen was er weer een oorvergadering. En toen werd er ineens geroepen: Hé hey jongens, het Queen dat gaat uh, ineens hart. Moeten we daar niet wat aan doen? Ja. En toen Doe zei wel. ik van, Jongens, ik ben vorige week met Anton naar Londen geweest. We hebben foto's, ik heb interviews, we hebben alles klaar liggen. Ja. Iedereen verbijsterd. Nou, toen mocht het me. Mijn verhaal maken, mijn eerste grote interview ja. in Oor. Met kerst. Ja, en dat werd in het kerstnummer gezet, omdat de hoofdredacteur wist dat niemand anders het had. dat jij wilde gewoon flink uitpakken. Ja. En die wilde ook in dat voor het kerstnummer, zegt het, uh, ja. dat het Queen erin stond. Maar dat had toch op zijn minst in het boek gemoeten dan? Eh, niet in jouw boek, maar in het boek van Oor. Ja. Maar goed, <hums> daar hebben we het genoeg over gehad. Um, wat vroeg ik nou net nog over Queen? Of ik het toen nog vaker ging ja. had gehad. Ja. Ja, het was, het was wel een, ook weer een leuk verhaal, want ze waren uh, ongeveer uh, anderhalf jaar later of zo, waren ze echt mega wereldberoemd. Ja. En toen uh, trouwens op in Duitsland, en toen mochten er een aantal journalisten uit Nederland uh, naar het concert komen en interviews doen. Uh, waaronder ik. Ik stond, stond ik op, een, uh, op een lijstje ergens. En toen zeiden ze van, ja, uh, je kan interviewen doen met, uh, met Brian May of met Roger Taylor. Toen zei ik van, nou ik wil graag Freddy interviewen, want dat had ik namelijk in in Londen niet gedaan. Ik had hem wel gesproken, maar niet echt geïnterviewd. Okay. Want die drummer die zei, die nam ons op sleeptuin, die heeft alles verteld. Ja. En toen zeiden ze, vandaag geen sprake van, Freddy doet geen interviews meer. Ik zeg nou, vraag het maar het management, weet je wel, of Kees Baars... van OOR in Nederland, of die misschien toch met Freddy mag. Nou, heeft hij hem eigenlijk neergelegd met het management. heeft het management aan Freddy gevraagd. En Freddy wist het nog in Londen. En die zei, oh is dat die jongen uit Londen? Ja, die wil ik wel spreken. Ah, goed. En toen mocht ik als enige, ja. van het gezelschap, mocht ik Freddy interviewen. En toen oh. kreeg ik ook echt een uur of zo. ...in zijn hotelkamer. En hij was heel relaxed, want hij deed namelijk niks anders die middag... ...want die andere jongens die waren al die andere ja. journalisten aan het afwerken. En Freddy was er alleen maar voor mij. Dus hij was heel relaxed, hij was heel erg aardig. Hij begon ook over, weet je jij ja, was er onderbij hè Te gek, weet je wel, dat je je toen opgepakt hebt en zo. Weet je wel, nu erop, op, op, ben, ben ik aan jumpen, dat kan iedereen wel. Ja. Maar jij was er toen bij toen we nog niks waren. Wat goed. En hoe oud was jij toen? Nou ja, 1976. Tot, ik ben 51. 25, 26. Ja, 25, ja, ja. Zoiets. Dat is toch fantastisch. Ja. Ja, maar ik heb het toen destijds niet zo stilgestaan als dat ik het nu nee, zie. Omdat Queen later nog groter, groter, ja. groter geworden is. Weet je, je, doet, je doet dingen omdat het je werk is. En soms dan, dan kijk je eens later, kijk je terug en dan zie je pas wat het eigenlijk voor ja. impact gehad heeft. Vind je niet jammer dat je in het moment zelf daar nog toch niet. Of heb je er wel van genoten in het moment zelf? Ik heb er wel van genoten, maar niet in die mate dat ik het gevoel had. Dat ik iets heel erg bijzonders ja, gedaan had. Ja, ja. Het was toch. Het was een geslaagde actie, maar het was toch werk. Ja. En heb je dat trucje later nog vaker uitgehaald? Dat je de, de redactie dit niet wilde. met jij zo waanzinnig enthousiast over een artiest was, die dacht ik ga gewoon een interview doen. Nee, deze truc heb ik nooit meer nee. uitgehaald. Nee, nee Dat hoeft ook niet. Omdat ze na die hele. Queen koop namens mij, gewoon veel serieuzer. Ja. Als ik dan in de vergadering iets voorstelde... ...dan kreeg ik al gauw de hoofdredacteur achter me ja. staan die zei, ja, als Kees dat zegt... ...dus ik had, ik had een soort drempel overwonnen. En dus ik hoefde niet meer zo te vechten voor dingen. Oké, okay. dat, dat is één is En toe. ik wist ook wel beter wat ik wel en niet moest voorstellen. Ja. Wat leuk is, in een artikel over dat oorboek en het laatste wat ik erover zeg... ...was dat een interview dat hardrock-medewerker Kees Baars in 1979 had met uh, Lemmy van Motorhead bestond uit slechts één vraag plus antwoord. Ja, dat klopt. Ja. Dat was natuurlijk het enige wat erin staat. We, ja. Weet je nog wat dat, wat dat was, wat je vroeg aan die gast van Nou, ik, het, het verhaal was als volgt. Ik had ze gewoon uh, geïnterviewd. Die, die, Helemaal? Uh, ja. ja, weet je, gewoon echt een uur, nou, nou, een uur, weet ik niet meer, maar gewoon nou, een interview in, in het hotel. En toen ik daarmee klaar was, had ik zoiets van, ik ben een steekwazer geworden. Weet je, het, 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 het zijn toch een beetje domme... Domme boeren. Ja, ja, alle respect, maar de kwam, kwam niet van zinnigs uit, weet je wel. Dus toen zei ik te denken: zo van ja, moet ik dan al die onzin gaan opschrijven <laughs> Of uh, zal ik het nou eens anders doen? En toen uh, uh, kwam ik op het idee: zo van. Uh, ik pak er één zinnetje uit. Want ik heb dat wel gevraagd, ja. maar het was een onderdeel van een heel groot ja. interview. En toen zei ik tegen, tegen Bert van den Kamp, die een beetje mijn, uh, ja, mijn leermeester was, zei ik zo van: waarom doen we niet gewoon alleen die ene zin? Toen zei hij, ja, Bert, ja, is wel leuk hoor, maar dat, dat, uh, dat mag vast niet van oor. Nou, hoofdredacteur gebeld. Kan ik het inleveren met gewoon één zin en, en één foto? Een hele mooie foto van Kees de Bak. Ja. Onder in de katakombe van Paradiso, of dat het helemaal afgebrand was. Dus een hele smerige foto. En Jan Maarten de Winter, de hoofdredacteur, die vond dat zo leuk. En die zei: kijk, we gaan het gewoon doen. De hele pagina. Ja, we hebben het er nu nog steeds ja. over. En de vraag was: waarom spelen jullie altijd zo hard? En toen zei Lemmy, die zei: uh, Als motor hebt de laatste band die die mensen hebben gehoord. nee, die nee, zei: Als wij zo hard spelen dat de mensen doof worden. Dan is motor het de laatste band die ze ooit hebben gehoord. Dat is een mooi compliment. Ja. ja. Dat, was, dat was typisch, Lemmy. Ja. Weet je Moet jij zelf ook erg om lachen. En nog even naar die Anton Corbijn. Die man is natuurlijk wereldberoemd geworden. Heb je in de loop der jaren nog contact met hem gehouden? De ja. fotograaf? Ja. Dat is heel gehouden. vaak, maar we zijn uh, absoluut on speaking terms. En uh, wat je misschien ook hebt gelezen is dat uh, Jan Maarten, de Winter en ik elk jaar een grote reunie organiseren. Die is vorig jaar dus niet doorgegaan, is vanwege corona. Maar het had wel negen jaar lang gedaan. Vanaf het 40-jarig jubileum van Oor. En daar is Anton elk jaar bij aanwezig, hmm. dus, en dat, dus, dus dan zie ik hem sowieso. En af en toe dan gaan we eens het eten, of uh, als het zo uitkomt. Maar de contacten heb ik altijd wel uh, warm gehouden, ja. En wat is, heb je favoriete foto's van hem? Bepaalde de hoeze die hij gemaakt heeft, is natuurlijk voor artiesten ook gewerkt. Nou wat, wat, wat destijds, kijk je moet je voorstellen, wij, wij hebben drie jaar heel intensief samengewerkt. En toen, dat was in 1975, 1976, 1977, en toen ging hij naar Engeland verhuizen. Want hij wilde internationaal bekend worden, dus hij had een aantal opdrachten gekregen van een Engels blad, ik geloof de NMI. En Orat had een vaste afspraak met hem toen ging hij weg. Toen werkte ik niet meer met hem. Mm. En toen ben ik een beetje uit het oog verloren. Ik bedoel, ik zag hem wel eens bij een concert in Engeland of zo, maar meer ook niet, weet je En ik weet nog heel goed dat ik ooit uh, U2 in handen kreeg. Uh, dat, met, in die woestijn, ja. met, die, met die bomen, hoe je het weer? Ja. Joshua Tree? Ja. 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 En dat ik toen voor het eerst zoiets had van zo, die antwoord is ja. partijgoed goed geworden. Ten eerste is het u de tweede, die foto's zijn fantastisch. Ja. Die, alles hangt die band eraan op. Of je nou een t-shirt koopt of een tourboek, ja. of die, alles was met die, met, die, met die bomen. En toen had ik van: zo: die Antonie heeft echt een gigantische stap gemaakt. Ja. Zeg. Nooit gedacht van dat had, had ik ook kunnen zijn: internationaal nou Ik had, had je je ook naar New York nee naar Londen moeten verhuizen, of, of New York of Nee, want ik heb in wezen niet zo lang voor gewerkt. Dat zou nog rechtvaardigen waarom ik er niet echt in sta. Want ik ben begonnen in 75 en ben in 82 gestopt. Mm. Dus eigenlijk maar zeven jaar. Ja. En uh, in de tussentijd kwam Veronica. Ja, ja. Ik ben een, een tijd lang heb ik het samen gedaan. Ja. Dat, komt, dat is het bekende Mietlo-verhaal. Ja. Of je, of je ja, nee. het gaat vertellen? Ja, nee, ja, je hebt het al meerdere keren verteld. Misschien de iets kortere versie. Althans, ja, nee, dat is wel leuk. Want daar komt Lex Harding ook in voor. Ga je gang, Meatloaf, Veronica. Want dat was eigenlijk een beetje jouw jou, uh, kennismaking met, met Lex op, op professioneel gebied, toch? Ja, ik ja. kende hem eigenlijk alleen maar van, van een feestje, hallo. Maar dat is het niet. Ja. Nou, dus, ik, was, ik was in New York voor interviews, ik geloof met Aerosmith en nog wat... In ieder geval een band van CBS. En ik was op kantoor bij, uh, bij CBS. En er was een meisje die deed, Lois Marino. Die deed altijd internationale uh, artiesten. En die zei tegen mij: We hebben een nieuwe, uh, nieuwe artiest getekend. En die heeft Meet En ze zegt. Um, als je wil, kan je hem interviewen. Dan nou, moet ik eerst even het album horen. was nog niet uit. Of ze was misschien net uit, maar ik had het niet gehoord. Nou, ze een cassette gegeven. Dus ik ging naar mijn hotel. Weet je wel. En ik zet, ik zet die cassette in mijn hotel op. Ik zit te luisteren. En dan hoorde ik eerst dat, dat, dat eerste nummer van Ben Darrenveld met, met, met die hele aankondiging de vooral, weet je mm -hmm. wel. En toen die toch massale veel specterachtige muziek. En ik hoorde, net als eigenlijk bij Bierhebster, die ik hoorde. En bij de Dashboard Line. Weer zo'n lang nummer. Dat ik weer zoiets had van zo. Dat is er een goed nummer. Zei, ja. Weet je wel. Maar. Weet je, dat wordt nu weer niks, want, ja, je, je bent toch altijd ja. zo van, dat kan niet. Te lang. Ja, te lang. <laughs> nou, maar ik vond het te gek. En ik, en ik had ook die foto gezien van Meatloaf, zo'n ja. dikke gozer, weet je. Ja. En het verhaal, tot Röntgen was de producent. En er was één man die alles schreef. Dus ik had tegen Lois Milien, had ik opgebeld, eind van de middag. Ik nou, ik vind het te gek, laat me doen. Ja. Ze zei, nou, dan gaan we over twee dagen naar San Francisco. Dat ik denk: oh, je bent in New York, ga je naar San Francisco. is dus vijf uur vliegen, drie uur tijdsverschil. Alleen maar voor een concert en een interview. Maar zo gezegd, zo gedaan. Dus wij komen in San Francisco en toen deed hij een showcase in een vrij kleine club. En dan werd dan ik op tafeltjes stoeltjes, en stoeltjes in, werd ik dus vrij voor aangezet. Waardoor ik ook foto's kon maken. was wel goed uh, over nagedacht. En ik vond het fantastisch. Ik vond het heel imponerend. Heel indrukwekkend. Wat er, daar, wat er daar gebracht werd, weet je wel, het was, het was theatraal. Ja. En Mietloof ging helemaal naar zijn bol. Die, die zweten. En, weet je wel, die, en na afloop moest hij met zussen worden bijgebracht. Weet je. Die had zich zo gegeven. Nou, toen moesten we inderdaad een half uurtje wachten tot hij weer een beetje in het land in levende was. En toen uh, heb ik interview gedaan met hem en met Jim Steinman samen en dat was heel erg leuk. Ze waren ontzettend aardig. Ja, er kwam iemand helemaal uit Nederland. Ik zo oeh. Dus uh, ze vonden het te gek. Zover, hè, internationaal gebeurt er ja. iets. Het leuke is, ik onderbreek je even, want later, veel veel later is hij nog eens bij Erwin Peters bij Veronica. Heeft hij een interview gedaan en Mietloff herinnert, herinnert zich dit nog. Hè? Hij komt daar zelf nog op terug. Ja. Dat, dat, dat ik die... ben ook jarenlang dik bevriend ja? geweest oh, met goed. hem. Ja. Ja. En, 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 dan was ik bij een concert of zo en dan was ik bijvoorbeeld bij de, bij de soundcheck en dan hoorde ik ineens. Kees! En dat is niet om te zwaaien, ja. weet je wel. Ja, dat was echt een grote vriend van hem. Maar wat er gebeurde, ik kwam terug en ik heb een verhaal geschreven voor oor, maar er was nog niets van aan de hand met die hele Helemieloof. Nee, nee. En ik moet er wel even bij zeggen dat het album door een van mijn collega's neergezabeld was. Ja, ja. als recent ja. Zo van dat is helemaal kut. helemaal Eén ster. niks Nou, ik geloof nul. Nul sterren? Ja. Maar dat is, was even terzijde. Ik had het verhaal gemaakt omdat ik gewoon een, een geweldige beleving had gehad. Er nou, ja. gebeurde verder niks. Maar een paar weken later, die single was wel uit. En de Alpine was ook wel uit in die tijd. Gebeurde maar niet er gebeurde nog niks nee. mee. Maar wat nee. Harding? Die had die clip gezien van Perdeduit bij Desmond ja. uit, En die had op een gegeven moment op zaterdagavond, had hij ineens een gat in de, in de tv-uitzending. Hij dus had geroepen: gooi die clip van Midlof er maar uit. Nou, dat is op zaterdagavond. Nou, prime weet, time. Prime time is dat gebeurd. En nog veel zenders. Toen is het geëxplodeerd. Ja. En maar het was dat was Lex Harings een verdienste. Ja. Ja. Dus toen werd het al heel snel nummer één hit, want Lex die heeft natuurlijk ook de single gesteund, weet je wel. Dus die stond in ja. een paar weken in nummer één. Album werd allemaal nummer één. Nou, Daar moeten we Lex wel even voor bedanken, want hoeveel drive-in shows hebben wij niet plezier gehad van Paradise by the Dashboard Light? De lange versie, de hele tent op zijn kop. Volgens mij is dat nog steeds zo. Ja, Als die, jij een feestje hebt, je die, zet hem op. Eerst tonen. Nou, ja. Iedereen die gaat. <laughs> nou, dat, is toch, dat is toch een verdienste van je wel? Ja, dat is fantastisch. En, als je dan ook nog bedenkt dat het album in Amerika door alle plaatsmaatschappijen is afgewezen. Ja, bizar. Niemand wilde het hebben. Nee. En toen was er één manager, Steve Popovic. ik noem expres zijn naam nog een keer, omdat hij had een Cleveland International bedrijfje. Hij heeft hem getekend en hij had een deal met CBS dat alles wat hij tekende en uitbracht, dat moest CBS moest dat distribueren ja. en promoten. Mm. Dus CBS had 90 nee gezegd tegen het album. Ja. Toen kwam hij via de achterdeur, kwam hij toch binnen. Dan ja. moesten ze eigenlijk tegen het beter weten in toch promotie doen. Maar goed, dat was een heel, heel raar verhaal. Maar in ieder geval, Meatlof, die had geleerd... dat je soms die hele carrière van één mannetje kan afhangen. Ja. Maar Lex kwam met jou in contact dus? Ja, want op een gegeven moment toen, uh, toen was de single nummer één. En toen hoorde Meatloaf in New York, waar hij toen woonde... zo van, hé, hey, in Nederland sta je nummer één... met album en single, en je bent daar een hele grote ster. Dus die Meatloaf dacht... dat komt door die Kees die, ja. die er laatst was. Ja, ja, ja. Je, dat is blijkbaar een hele belangrijke gozer. <laughs> dus die zei tegen Lois Marino... Maar mijn vriendin en zijn vriendin, die zei: Ja, Milo wil graag uh, dat je uh, weer naar New York komt. Maar hij wil je bedanken, hij wil je mee het uh, eten ja, nemen. Ja. En hij wil nog een keer een interview doen, nu het, want in die was het inmiddels ook een succes ja, geworden. Ja, ja. Over het succes. Dus ik ja, Nou, dat vind ik hartstikke leuk, dat ga ik doen. Dus ik heb me antwoord gebeld: want we gaan naar New York. Nou, en toen Lex Haring had dat gehoord van de platenmaatschappij en die was net begonnen met coal-down op televisie. Hmm. Dus die belde mij op en die zei ja, Lex Haring van Veronica en uh, ik hoor dat jij naar Midloof gaat in New York. En ik ben net bezig met een nieuw popprogramma op televisie. Zou jij een interview willen doen voor televisie met Mietloof? Ja. En ik zoiets van oh nou, ja, uh, als ik weet hoe dat moet, want ik wist ik voor niks. Ja. Ik was natuurlijk schrijvend journalist. Ik zei nou dan uh, Lex Haring, kom maar even langs, dan vertel ik je wel hoe dat in zijn werk gaat. Nou, dat was nog in de tijd dat er geen video bestond. Dus dat, dat ging met, met filmblikjes en zo. Ja? Dus ik heb dat interview zo goed als zo kwaad opgenomen uh, in New York. Dus bij eigen interview voor Oor, oh, plus een interview voor televisie. Met het blikje in mijn tas ben ik teruggegaan en Alex gegeven. Die heeft het ontwikkeld, want dat was toen nog. Ja. En, en gemonteerd. En die vond het fantastisch. En het is uitgezonden. En die zei: We gaan het uitzenden en wil je de redacteur van Countdown worden? Dat was meteen geregeld. En ja, toen had ik een baan erbij. Ja ja, te ja wat u weet, was ik ineens de directeur van Koudnau. Hoe reageerden ze daar bij Oor op? Ja, dat vonden ze verschrikkelijk. Ja, dat, is, dat was te... ja. ja, want er ja, waren verschillende mensen die vonden dat, dat, ja. dat, dat ze me moesten ontslaan. Dat doe je niet. Ja, dat is het heulen met de feiten. Ja, de overkant, ja. Ja. commerciële troep. Ja, maar jij ja, in de winter. was nog steeds een goede vriend van me. Producent? Nee, hoofdredacteur van hoor. Oh ja. ja, ja. Die zei tegen die gasten, luister, dat moet Kees allemaal zelf weten. Zolang hij goede verhalen aanlevert voor dan ja. vind ik het best. En dus die heeft ze gewoon uh, het zwijgen erop gelegd. Ja. En van je maat kreeg ik alle ruimte. Dat countdown, dat, uh, Lex wilde daar in het begin iets anders mee dan, dan wat je al had. Je, het, werd, het werd geen tweede top op, toch? Nee, nee. Toch was het top op bestond al. Ja. Wat was het verschil? Nou, het was, het was eigenlijk in, in eerste instantie een soort uh, veel volwassener. Het was in interviews, live concerten, ja. uh, popjournaal. Uh, alles met een voice-over, dus uh, het ging gepresenteerd in beeld. En, uh, en, 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 en clipjes uitzenden die we van de maatschappij kregen. Ja, want dat begon toen een beetje op te komen, ja. Ja. Uh, die videoclips. En Lex, die sprak dat dan in. En het uh, dat, dat, dat was een totaal ander programma dan Top op, dus het scoorde ook. Ja. Maar wat gebeurde er? Na een aantal jaren, ik, bedoel, ik denk na een jaar of vijf, vier, vijf... Toen, uh, ik weet niet om welke reden, maar toen moest ineens uh, Countdown ook een soort Top op worden. Dus met een bune en met artiesten die al dan niet playback optraden ja. en noem maar op. En um, misschien omdat Topop toen rond die tijd een beetje begon af te zwakken. Dat denk zo. ik ja. ja, ja. Kan, en ik denk ook dat Lex uh, een, een televisieprogramma wilde wat meer gelieerd was aan de Top 40. En daar staat er iets bij van een verhaal dat er ook echt strijd was om artiesten natuurlijk in die programma's te krijgen. Maar er was ook een keer iets met Dolly Dots. Weet, weet jij daar iets van? Dat de Dolly Dots konden of kiezen voor Topop of kiezen voor Countdown. En die kozen toen voor een van de twee, en de ander ging de plaat weer boycotten om, omdat ze niet voor hun gekozen hadden. Het was dat verhaal zo... ken ik niet, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Er was veel strijd natuurlijk. Maar zien. dat was alleen het begin, want Topop was al vrij snel ja. uh, verdwenen. De ja. En toen was het zo dat ik toen Lex tegen, tegen mij zei, zo, we gaan het allemaal veranderen, het countdown. Toen was hij nogal teleurgesteld, want ik vond het een hele leuke baan, ik vond het een leuk programma. Ik zei, oh jammer zeg, weet je. Ik heb, ik heb wel goed nieuws voor je, want we gaan nu de oude, de, de oude versie van Countdown, met concerten en mm. met interviews en dat soort dingen, gaan we nu van huis naar de radio. Daar maken we een radioprogramma van, dat heet Counting Vrede. dat mag jij presenteren. Mm. En ik had zoiets van, oh, nou te gek. En ik heb de enige radioervaring die ik had. Dat zou je misschien nog wel weten. Dat was elke vrijdagmiddag om half zes de concertagenda ja. voorlezen Duh, dut, dut, in de Top 40. Dut, 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 met de muziek van Supertramp. Ja. En dat, dat heb ik jaren gedaan. Maar dat kun je nou als radioervaring noemen. Maar goed, ik, ik was in ieder geval wel bekend met het fenomeen radio. Oké, ja, je hebt een goede stem. Laten we eerlijk zijn. En toen ben ik inderdaad dat gaan doen. down. Ja. Want je had daarvoor nooit gedacht. Ik heb een goede stem. Ik ga er eens wat meer mee doen. Nee, nee? nee. Ook niet, iemand die je opmerkt of zo. Die mooie lage stem. Nee, nee, ook niet. Nee. Apart. Ja, nee, ja, het gaat zoals het gaat. Ja. Misschien heb ik een beetje te veel angst accent daarvoor. Ja, ja dat we misschien werd er aan die tijd nog geklet. Dat, dat, dat kun je afleren met een paar klappen. K kun je me eens even vertellen? Um, want we komen daar natuurlijk op Alfred Lagarde. Um, was dat in het begin dan met Alfred Lagarde? Of echt in je eentje? Of hoe, hoe, wat was de eerste uitzending bijvoorbeeld van Kaunan Café? Wie, wie werkte daar aan mee op de radio? De eerste uitzending, dat was in ieder geval met lex Harding. Ja. Maar Lex Harding had tegen mij gezegd: ik ga in het begin ga ik het meepresenteren. Tot ik het kan Loslaten. En ik jij net vertricht. Ja. En je had nog wat losse medewerkers. Mart Martin Anders had je de, die mm -hmm. tijd, een, onder, een of ander onderwerpje. En je had nog uh, een, een of andere dame die heette Mickey nog wat. Ben ik al een beetje kwijt. In het begin zaten er wel vrij veel mensen op. Ja, want Simone Walraven was toen nog niet in nee, de. Picture. Nee, die, die, Later, die hè? Moest, nee, die zat nog in de propenschieter van zijn vader. <laughs> in de verrekijker van vader. Ja, nee, en, die, die bijzonder niet. En Francis was er ook nog niet. Nee, nee. nee we hebben het echt over begin jaren 80 ja. hè? En Alfred de Garde die, uh, die bestond wel als persoon, maar die was uh, altijd bij de vader geweest. Een tonuur. Ja, maar, maar Alfred deed iets te veel dingen buiten het boekje. Dus, uh, met wat name producties van platen. Oh, wat ja. hij niet mocht. Ja. Oh, dat vonden ze bij de vader. Nee, we hebben ze een paar keer gezegd: dat, dat mocht hij niet doen, maar hij deed het toch. En hij op een gegeven moment ging hij het doen onder een schaalnaam. <laughs> maar dat was weer zo duidelijk dat iedereen. Ja, zegt, wat oh, dat was dus hij nou, nou? Niet Johnny Camaro, denk ik. <laughs> nee, maar dat is allemaal, allemaal te voorhand liggen. Ja. En toen hebben ze hem eruit gegooid. Ja. Maar goed. Dat is, loop ik de zaak vooruit, want in de tijd dat ik met Kano Café begon, ja. heb ik ooit uh, ben ik in contact gekomen met, met Antje van den Berg, hmm. Adrian Vandenberg. En die had een nieuwe band en uh, die heette, dat was Teaser, nog geen Vandenberg. En die had een demo gemaakt, die stuurde hij me op. En hij zei, Kees, ik heb een nieuwe demo, wat vind je ervan? Want ik was wel bevriend geraakt met hem. En hij wilde graag mijn mening weten als hardrock kenner. En ik hoorde die demo en die demo vond ik fantastisch. Zond stond Burning Heart op. En nog drie andere nummers. En ik had, uh, had gezegd, ah, dit is fantastisch en dit moet je echt internationaal proberen te slijten, want als je dit in Nederland uitbrengt, dan wordt het niks. Weet je, dan, uh, dan wordt het misschien een hitje en dan uh, slaat het helemaal dood. Mm. Ja, ja, maar hoe moet dat dan en zo? Ja, ik zei, nou ja goed, ik heb al wat contacten links net. ik kan wel eens kijken of ik voor je uh, een, uh, wat kan bemiddelen. Nog niet het idee dat ik uh, iets verder zou gaan doen. Maar wat ja. gebeurde er? Ik kende Phil Carson, dat is een hoge piet bij Atlantic in Engeland. Later, ja. En ik had toevallig verkeer met zijn secretaresse. Nou, dus ik had, ik had die meid gebeld. Ik zei luister, die man krijgt honderd concerten per dag, maar ik heb er nu één en die moet je even met voorrang voor zijn neus leggen ja. en zeggen dat het van mij komt, want ik kende veel kaarsen en al veel zetten. Dus als je hem al van hard houdt houdt, dan kom je hem graag tegen, hè? Ja. want hij deed ACDC, hij deed Dev Leppard, hij deed Led Zeppelin, hij deed Yes, weet je, dat soort bands allemaal. Ja. In excess. Dus wat gebeurde um, Even nadenken, want waar was ik? De pieken die kwam bij hem. Ja. Nou, en hij ging net zo hard uit zijn dak als ik. En toen dacht ik: van Als deze man, hè, die nog een hele hoge positie heeft binnen de platenwereld, als die ook uit het dak gaat, dan is er wel wat aan de hand. Ja. Dus toen hebben we veel kaarsen gezegd: Ik wil graag een contract met deze jongens. En toen heb ik de arts gezegd: Nou, als, jullie, als we een contract krijgen, zeg, dan wil ik jullie manager worden. Zeg, dan ja. wil ik erbij blijven. Zeg, want uh, dat komt in de stroomversnelling, dat weet ik ja. nu al. En zo gezegd, zo gedaan, is dus ontslag genomen bij Oor ontslag genomen bij Veronica. Ook ja. ja. En toen werd ik pas een half jaar hè, bij ja. een café. En toen ben ik met Venneburg aan de slag gegaan. Ja. Nou, wat gebeurde er? Mijn stoel was leeg en Lex die, die had, die had, die had uh, bedacht dat Alfred wel mijn opvolger kon worden. Ja. Dus die hebben Alfred gebeld en Alfred wilde heel graag. Dus die is op mijn stoel gaan zitten. Nou, wat gebeurde er toen? Lex had zich een beetje teruggetrokken. Dus wie had je? Alfred en Annette. Nou, dat was niet zo'n beste zo match. Nee dus ik was op tournee geweest met Vandenberg naar Amerika, noem maar op, naar Japan. Uh, ja. Op een gegeven moment was ik weer een beetje zeg maar, terug op het hoek. Toen belde Lex mij. Lex zei: 'Kees, die samenwerking met Alfred en en het, dat gaat niet echt lekker. Dat zijn toch twee verschillende culturen'. Hij zegt: 'Wil jij niet op vrijdagavond erbij gaan zitten als je in Nederland bent?'. Een soort sidekick. Ja, kan je contract. En dan, uh, ja, als je niet kan, dan kan je niet, maar als je kan, dan ga er aan bij zitten. Ja. En dat uh, vond ik wel gezellig, want het is of je naar de kroeg gaat of naar het café. Ja, natuurlijk, het is even gezellig. Nou, en wat gebeurde er? Alfred en ik was natuurlijk twee handen op één buik. Ja. Want wij, hey, wij hielden van dezelfde muziek, we waren het een beetje aan elkaar gewaagd. Dus, dus het werd eigenlijk al gauw en Alfred, een Alfred en Kees uh, uh, programma. Ja. En Annette voelde zich steeds meer op, de, op, op een zijspoor gezet. Mm. Nou, vervolgens, toeval uh, of niet, maar toen kreeg Annette een aanbieding van de VARA. En die ging weg. Ja. Nou, toen was het Keizer Alfred. Ja. En toen heb ik eigenlijk met, met horten en stoten ben ik weer teruggekomen. Want ik ging af en toe wel op tournee En ja. dan was ik gewoon een paar maanden weg. En dan, nou, dan deed Alfred het alleen. Of ging er gingen andere mensen erbij zitten. Maar ik kon het weer terugkomen. En deed Alfred nou ook meer zijn best voor Vandenberg? Of Was hij gewoon, hoef je daar geen moeite voor te doen? Vond hij het zelf ook te gaan? Hij gek. vond het fantastisch. Ja, ja hij, hij draaide het gewoon keihard. Ja. Net zoals hij in de nu altijd van hele draaide, man is finest. En Toto, bedoel ja, ja. Alfred is iemand die gelooft ergens in en gaat de roeie ruiten. Ja. En Vandenburg was er ook een onderdeel van, niet voor mij, zozeer, ja. maar vooral ook omdat hij het te gek vond. Ja. De Nederlandse bent internationaal succes. Ja. Jouw boek heet Aupik, want daar heeft Alfred iets mee te maken. Hè? Ja, die zei het altijd. Aupik. En dan moest ik vertellen wat er in het programma zat. In de uitzending. Ja, ja. Altijd. Ja. Echt jarenlang, altijd Aupik. Dus als jij ergens kwam, hoorde je dan? Ja. <laughs> hey, ja. Ja, Oopik. Ja. En dat vond ik ook zo leuk, omdat als je Amsterdammer bent, dan weet je dat ouwe pik een uitdrukking is. Zo van: hé, uh, hou hey, pik, al ja, een beetje ja. aan gaan drinken. Het is gewoon een gabber, een vriendje. Ja, ja, ja. En mensen die dat niet weten, die kijken het begin van mijn boek wel een beetje oh, een rare titel, weet je. Maar als je weet wat het betekent, dan ben je gewoon een maatje van iemand. Ja, zulke soort eerbetoon dat je je boek zo genoemd hebt. Ja, aan, aan Alfred. Ja, ik wil er ook wel even bij zeggen: dat weet jij misschien niet, maar mijn zoon heet ook Alfred. Heb je hem vernoemd? Ja, naar? ja, ja. Well, cool. Die is nu uh, 30, even kijken. 31 uh, wordt hij dit jaar. Ook ja. muzikaal? Nee, nee. Nou, hij had wel van muziek, maar hij doet, doet er niks Tof. mee. Nou, wat leuk. Dus, maar ook wel een beetje, ook vernoemd aan ook Alfred. Ja. In die tijd werkte altijd Alfred en ik. Dus maar 30 jaar geleden heel intensief samen. Ja. En hoe was dat om met Alfred Lagarde Ja, dat was fantastisch. Ja? Kijk, het mooie was, het, Alfred was natuurlijk een geweldige radioman in Hart en nieren die kon ja. echt een programma sfeer maken ja. erop. En ik was natuurlijk niet, ik was meer de man die al een beetje in, uh, in het gaat hield mm. hè? dat de goede plaatjes op het ding ja. kwamen. Alf was natuurlijk een beetje chaotisch ja, Want wie deed ja. de techniek bijvoorbeeld? Alfred, gewoon zelf, ja, ja. ja. En hadden de productie was uh, in het begin uitbarmen en laat Frans Meijer, dus die regelde zeg maar dat artiesten klaar stonden om ja. te worden en de bühne moest begeleid worden en zo, uh, maar de. de, de de combi, Alfred en Kees, die was goed, want we waren elkaar gewaagd. Weet je, ik kon Alfred aan, en hij kon mij aan. Ja. En we respecteerden elkaar. Jij ja. kan dat, en ik kan dat. Ja. En samen zijn we een, 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 een eenheid. Nooit bonje gehad? Nee. Nooit nee. in de uitzending gezeik? Nee. Als de microfoon dicht nee. stond? Nou moet ik er wel bij zeggen, dat zei Francis Dix ook al. Alfred kwam overal mee weg. Want er gebeurden wel eens dingen waar je waar normaal gesproken misschien wel kwaad zou kunnen worden. Ja, dat hij maar... eens weg was of zo. Ja. Ja. Maar, de, maar je werd nooit kwaad op hem. Nee. Omdat je wist dat het een ontzettend lieve, aardige gozer was. Met alleen maar goede bedoelingen. Ja. Er zat nooit kwaad achter. Wat hij ook uithaalde. Het is altijd voor de weet je, Love of Music. Dat zei hij ook. Ja. Dan die, wat Fredrik vertelde. Dan was je hem kwijt en dan zat hij in Australië. Yes. De, want Toto trad daarop. Ja. Ja. Maar Dan boekte hij ook gewoon een vlucht. Op kosten van, van Veronica. Ja. Dat dan Café. Waar, waar, waar kwam dat vandaan? Nou, de eerste jaren uit de hoeven. Net buiten Hilversum op de weg naar Baren, de oude weg, uh, maar dat brandde dat, dat, dat nogal eens uit. Ja. Dat, allemaal, dat waren hele lusche verzekeringskwesties. <laughs> en op een gegeven moment was het weer de zoveelste keer was het uitgebrand en toen uh, zijn we overgestapt naar Bos en Duin in Soest. En daar hebben we heel lang gezeten, want het was eigenlijk een hele ideale locatie. We waren dus buiten Soest en er was een, een, nou, een, een zaal met een café en een restaurant ja. en, een, en een, een, een grote bühne en zo. En parkeerplaatsen, weet je wel, zo. Dat was een supergoeie zaal. Ja. En daar wat, hebben we heel lang gezeten. Wat ik me kan herinneren, het programma had heel veel sfeer. Met name door het groezenmoes, de glazen die op de achtergrond hoorden. Was dat nou allemaal, Kan dat ook van een bandje nee, dat nee, nee, was het echt? echt he? ja. Ja. Het was zo dat we in het begin hadden, we dus een, een tafel met, met microfoons. Maar het programma werd dat, dat, dat zo populair dat, we op, een moment, ja. dat was, op een gegeven moment was elke vol. stamvol. En er was op een gegeven moment gewoon veel te veel lawaai. En toen hebben ze op een gegeven moment dat aquarium gemaakt. Wat ze van die vier avonden, ja. weet je ja. nog? nog? Ja. Zo'n glazen. Ja. Huisje. Ja. Nou, toen, op een gegeven moment zei iemand van waarom zetten we dat glazen huisje niet gewoon binnen in die zaal? Ja. Want dan ben je er toch bij, ja. dan kunnen mensen wel ja. kijken. Ja. Ja. En dan heb je in ieder geval uh, dat, dat, dat niet. En zo is het zo gedaan. Want oh, dat werd te veel, dat kabaal. Ja, van, het werd te veel. Ja. was niet ja. meer te denken. Nee. Ja, mensen weet je, mensen in die slonnen ja, te schreeuwen, ja, en ja, ja. zingen en wat ik veel. Dus dat gewoon niet meer te doen. Maar in die in die glazen. Uh, koepel, koepel ja. ging dat hartstikke goed. Ja. En uh, dat hebben we dus jaren gedaan. Moet je je voorstellen, dat ding moest elke week opgebouwd worden. Want die zaal die werd door de reis uh, gebruikt voor bruiloften en partijen. Dat heeft meer geld gekost ook. Maar dat uh, ja, kon dat was, dat was ja, dat was allemaal overheidsgeld. Dat ja. was allemaal publiek omroep. Ja. En um, dat werkte gewoon goed. Want die artiesten die konden dan ook een beetje rustig zitten. Hè. Die konden even concentreren op het gesprek. Want ja. dat kon daar buiten natuurlijk ook niet. Ja. En dat je zo'n gangetje zo hup, naar die bühne toe. En dan gingen ze eens optreden. En ik moet zeggen, het was eigenlijk altijd feest. Ja, die tune. Wat was die? Wie had die hier alweer gemaakt? Tower of Power. Maar uh, het programma is begonnen in 1982. En in 1986 werd nog heel goed, toen werd ik gebeld door iemand en die zei... ...ik heb uh, Tower of Power uh, in Nederland. En Tower of Power, is was een band uit San Francisco. Zei die ook van See you Tonight? Of was Tonight? Dat, nee, dat is gewoon Tower. Hè? Tower of Power is meer een funkband, hè? Ja ja die ja, in de jaren negentig nog een de hitje de had Tower van is, kon het dat wel Tower, dat ja, Nederland. Ik wil zeggen Tower of Power een San Francisco. Duidelijk. Maar de, de, de grote charme van Tower of Power was dat ze een blazerssectie hadden. Die hebben op honderden albums meegespeeld van hele beroemde artiesten. Ik weet de, dat Edwin Evans in de jaren negentig nog een nummer van hun is gaan draaien en dat is nog een klein hitje geweest van Tower of Power. Ja. Maar in ieder geval, ik was, ik was fan van die band en Alfred was helemaal fan van die band. Maar ze waren eigenlijk een beetje in de vergetelheid geraakt. Ze waren heel bekend eind jaren 60, begin jaren 70. Maar in, uh, in, in 86, uh, niemand kende ze. Ja. Dus ik zei tegen die gozer, ja, maar wie zijn het dan? Is het dan de broer van de drummer, zijn buurvrouw? Of, uh, nee, nee, het zijn allemaal leden op één na. originele leden. Ik zeg, nou, als dat zo is, ik zei, dan willen we ze wel hebben. Ja. Geen idee of dat leuk zou worden of niet, maar ik denk, dat ja, zo'n gok wil ik dan wel wagen. Ja, Ja, dus die, band, die komt als middags. En allemaal van die oudere mannen, weet je wel, met maatjes en eh, noem maar op. En echt van die Amerikaanse rockartiesten. En die gaan daar een soundcheck doen en Alfred en ik, die sloegen volledig achterover. Ja. Dat was zo waanzinnig goed. Dus die gingen daar s'avonds spelen. En we hadden tegen ze gezegd van, nou programma eindigt om twaalf uur, maar je mag nog wel een of twee liedjes daar doen hoor. En half twee speelden ze nog, want de mensen die wilden ze niet meer loslaten. Ja. En die jongens hadden naar de zin, geweldig. En Alfred heeft inderdaad uit een toegift toen die, die tune geknipt. Ja, fantastisch. Dat nummer heette Soul with a capital S. Ja. Dat, dat is even nog eens ja, gaan draaien. Ja, precies. Jij hebt dat, Ja, nee, ja ik, ik maak af en toe wel eens een, een klein foutje mee. Het is maar natuurlijk maar niet tower, is wel, Het was, was eigenlijk een albumband, band, weet ja. je wel. Ze hadden het wel Geen hitjes singen. of zo. Ja. Maar in, uh, in hun tijd, dat weet jij ook wel, eind jaren, zes, jaren 70, ging het niet zo om de hits, weet je nee. Dan ging je optreden en je verkocht album. Ja, weet je, dat Daar is, ging Ter promotie. Rock and roll is better than music. Ja, dat zei hij altijd. Dat was zijn uh, lijfspreuk, ja. hè. Ja, die wordt nog vaak geciteerd, moet ik zeggen. Ja. Uh, kun, je, kun je ons nog een beetje meenemen in, in wat je met hem hebt meegemaakt? Bedoel, ben je met hem ook op reis geweest? Ben je met hem uh, naar concerten toe geweest? Wat heb... Nou ja, ik ben wel op reis geweest met hem, maar niet vaak, een, een paar keer maar. Nee. Ik kan me herinneren dat we uh, uh, op reis zijn geweest naar Amerika. Toen uh, werden we uitgenodigd om een uh, band te signeren, Triumph. Zegt niemand nee. wat? Nee. Maar goed, die moesten toen gepromoot worden. Dus uh, Alfred en ik uh, die gingen die band bekijken en interviewen. Uh, en dat was een leuk reisje, daar hebben we wel wat uh, we, uh, tot ons genomen, zeg maar, qua drank en gezelligheid. Ja. En ik weet nog wel dat, dat uh, we gingen samen naartoe. en hij ging daarna naar Toto. Toch weer. Wat een verrassing. Ja. En ik ging toen met een cameraploeg die ik weer gehuurd had, ging ik naar Birmingham, Alabama, want daar speelde Herman Brood, die was daar op tour. Mm. En die ging daar filmen. En daarna ging ik terug naar New York en dan ging ik nog Mietloof weer een keer doen. Ja. Maar dat is allemaal uh, 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 een lang verhaal. Ja. Maar het was gewoon, ja. Albert was natuurlijk gewoon wel een hele leuke gozer. Maar hij was geen vriend van me. Weet je, wij gingen niet dat kan ook. Want we waren totaal verschillende types. Ja? ja. Hij was natuurlijk één grote chaos. <laughs> ja, nee, met alle respect. Maar weet je, als ik kan ik klaar was, ging ik naar bed. Ja, of nou, of na, niet meteen, maar laten maar zeggen, dan nog een ja. drankje, Dan ging hij naar bed. en die ging de studio in, ergens in alle studio's in ja. het gooi. Afmixen. Ja, nou nee, nee, nee. We waren gewoon bandjes bezig en dan ging de, viel hij gewoon binnen. Al gewoon lekker voor de gezelligheid. Ja, ja. En, 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 en dan ging hij de volgende dag door en dan ging, had ik nog een nachtje door. En dan maar snuiven ja. en pilletjes ja. en noem maar op. En dat weet je, dat is zo'n leven waar ik helemaal niet. Die was een keurige jongen. Heeft hij zichzelf opgebruikt? Ja, ja, absoluut. Deze, hoe oud is hij uiteindelijk geworden? Ik dacht 49. Niet eens 50. Nee. En dat was dus, dat weten we nu zeker, uh, uh, nieuwjaarsdag 1998 dat hij overleden is. Daar was in het interview met Francis Dix nog een beetje verwarring over. Ik neem aan, ben, ben je op de Nou, Het is wel een bizar verhaal, want ik was het eigenlijk een beetje vergeten toen Francis erover begon. Toen kwam het even terug. Wat er gebeurde was, ik, ik maakte in die tijd autoprogramma's voor televisie. Oh. En uh, wij als vaste prik, dat het begin van het jaar, dus 1 januari, 2 januari, dan gingen wij altijd naar Detroit. Want dan had je op 3 of 4 januari, ging daar de grote jaarlijkse autoshow. Begon daar. Mm. En er ging wel het film en zo. Dus op 1 januari, ik zit in het, zit in het toestel. Eigenlijk op punt om, om uh, te gaan vertrekken. En ik krijg op mijn telefoon van Jan Hogestijn bericht. zo over verleden. Dus ik heb gebeld. Zei, ja, Jan, ik zit. Er, ik zit, ik ja. zit er, of over 10 minuten zit ik in de lucht. Ze Kan even niks doen nu? Nou, oké. Okay. Nou, ja. Bedankt voor het sturen van het bericht. Nou, dus ik ben naar Amerika gegaan. En toen heb ik mijn werk gedaan. En toen was ik een dag of vier, vijf. En ik weet niet hoe lang ik daar meestal was. En toen kwam ik terug. En toen was ik net op tijd voor de, voor de ja, uitvaart. Ja. Voor het feestje. Of naar nou, feestje, ja. Was, was uiteindelijk een feestje is geworden. Maar voor de uitvaart en voor het feestje was ik net op tijd terug. Dus ik heb eigenlijk al die commotie. En ik heb eigenlijk niets van meegekregen. Want ik neem aan dat er ook wel mensen waren die naar aanleiding van de overleiden of met mij hadden willen praten erover. Mm, ja. maar ik was er niet. Je was weg. Ja, ja en toen ik, weg, toen ik terugkwam was het eigenlijk al, het moment was al voorbij. Dus ja. ik heb daar niks van meegekregen. Ja. Spreek je zijn zoon uh, wel eens, Kim. Kim? Ja. Toen wij bij Veronica uh, in onze tijd, uh, ja, uh, vijf de, jaar geleden, zes ja. jaar geleden... Skyronica wordt het ook wel eens genoemd. <laughs> ja, toen we <laughs> nog Kano Café deden, toen kwam hij eigenlijk wel bijna wekelijks ja. langs. Vond hij gezellig. Ja, want een Café, laten we eens zeggen, wanneer is het gestopt op de radio? Het is een tijdje nou, gestopt, het is, uh, ik ben weggegaan en toen is het nog een tijdje doorgegaan op Kink. Oh ja. Uh, dus ik ben weggegaan uh, omdat, nou, dat is, dat is ook weer een lang verhaal. Kijk, ik was al een aantal jaren daarvoor was ik tv-programma's gaan maken bij Veronica met Hub Stapel over auto's. Ja. En waarom deed ik dat? Want je gek bent van auto's. Ik ben van auto's. En ik was een beetje klaar met de muziek. Ja. Ja, aan was was uh, op, opgegeven en uh, ik maakte met Frank Timmer nog af en toe uh, special of zo, weet je wel. Maar het was een beetje over met die ja. muziek. En toen werd ineens Bob de Jong, hè, die illustre Bob de Jong, ja, die de autoprogramma's maakte, cool, Koel, we Koets, die werd ontslagen. Dus toen zei ik tegen mijn toenmalige baas, Paul Brinks, ja. die is mijn baas geweest, al ja. groot autoliefhebber, ik zeg Paul, het kan toch niet zo zijn dat Franka geen autoprogramma <laughs> nee, meer heeft? Hè? Ja. Nee, nee, nee. Hij zegt, wat, wat, wat stel je voor? Ik zeg nou, ik stel voor dat ik uh, een, een plantje ga maken voor een uh, autoprogramma en dat, dat we dat gaan maken. Nou, Doe maar. Ja. Dus ik maak een A4'tje met allemaal ideeën. En ik, ik was vooral geïnspireerd door het programma Top Gear, wat toen al bestond in Engeland. was toen een heel ander programma dan wat het later geworden is. Maar toen was het ook nog een vrij simpel programma, laten we zeggen, niet al te duur om te maken. Mm. Maar ze hadden een soort humor en ze hadden een soort van manier van, van presenteren die ik heel erg leuk vond en dat wilde ik ook. Ja. En Paul die vond het meteen leuk en die zei, Kees, dit gaan we doen? Hij zei: en ik weet wie het gaat presenteren. Huub Stapel, want die was een vriend van hem en die had niks te doen. Ik zei nou prima, dus ik heb met Huub afgesproken om te kijken of dat een beetje klikte. En dat klikte hartstikke goed en we zijn meteen aan de slag gegaan. En dan praat ik over 94. wat toen deed ik nog wel een café. Ja. Nou toen heb ik een tijd lang dat gecombineerd en toen op een gegeven moment toen werd Freuken commercieel. Ja. En toen zeiden ze tegen mij dat autoprogramma van jou hartstikke leuk en aardig, maar het moet ook commercieel worden. Nou je weet zelf als het commercieel wordt dan moet je je zendtijd verkopen mm -hmm. en dan moet je eigenlijk Zeggen wat de adverteerder wilde dat je nee, zegt. Ik kan geen auto gaan afkraken. Nee, en dat deden, wij, dat deden wij heel graag. Ja, dat is ook leuk. Dus ik heb met het nu op stapel gezeten. Die dus Ja, wat doen we? Weet je nou, Laten we kijken of we bij een andere publieke omroep terecht oh, kunnen. De Tros. Ja, dus ik ben naar Kees Baars gegaan. Bij de Tros. Ja. En ik heb gezegd: Van nou, ja, luister, we zitten met het programma. Aan, we zitten een beetje in ons maag. We willen niet commercieel worden. Gaan we voor het tweede deel met Kees Baars. Over de roemruchtige geschiedenis van het Dit keer, nee, niks tussendoor om te eten. Sorry, een glaasje water heb ik. Je ja, kunnen nee, aanbieden. ik heb al gegeven, want ik heb al gegeten. Peola wilde ik het met je over hebben. Uh, heb jij meegemaakt dat er betaald werd voor Airplay? Uh, nee, niet echt. Uh, ik heb natuurlijk wel dingen meegemaakt waarvan ik dacht: kan dat wel? Ja. Ik heb een tijdje deel uitgemaakt van, de, van de, de groepje mensen die dus de alarmschijf kozen. Ja, en uh, dan gebeurde het wel eens dat de vergadering op het laatste moment die werd. Uh, Afgelast. Afgelast, Want de alarmschrijver was al gekozen. Ja. Want er is een beroemd Piet verhaal Vierman. over Piet Veerman. Ja. ja. Sailing Home. Is ja. dat nou echt een gekochte alarmschijf? Ja, 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 ja. Kunnen we dat.? Nou, ik kan het niet hardmaken. Nee. Maar, maar het, het, het was zo. Rob had gewoon beslist. Dat dit wordt hem. ook zelfs over lek zijn. Ja. Dit wordt een nieuw alarmschijf. Wat vonden jullie daarvan? Nou, dat vonden we natuurlijk heel raar. Ja. Maar ja, wat moet je doen? je kon niks nee je kon niks was, nee. het was gewoon zo hier hebben we hem Mr. Veronica ja. en ik, bedoel, ik heb dus niet letterlijk meegemaakt dat er geld betaald werd maar je, ja, ik maakte het wel af en toe dingen mee. En ik dacht van nou weet je wel en ik zette wel vaak een vraagtekens bij bepaalde luismuizen hoor en ik dacht van jezus een kutplaat ja maar Selling Home is nog een dikke hit geworden Jawel, tuurlijk maar het was, het was allemaal wel allemaal een eentweetje natuurlijk ja en die, he, en die hele volendam Veronica connectie wat nu ja Rob oud en met de broeders, uh, het weer? Die, die die managers daar ja ik weet wie je bedoelt uh, ja, Jaap en, ja. Jaap en Jan buis. Ja. Hmm. Allebei niet meer onder ons. Nee, heb jij met die artiesten sowieso uh, ooit bedoel, ik probeerde die dan niet bij jou iets, iets te forceren? Ik noem maar wat? Dat ze zeiden: hier ga maar even naar de hoeren en dan schrijf je wel even een positief stukje over ons. Nee. Dat gebeurde ook niet. Nee, dat, of dat je niet. drugs aangeboden werd in ruil voor een goed stukje. Nou, of... Ik was niet van de drugs, dus iedereen wist dat ze daar niet meer aan konden okay. komen. Of een leuke gouden plaat. Ze of... ja, dus probeerden van alles, natuurlijk, die pluggers. Nou, nee hoor, dat viel wel mee. Ja. Tuurlijk, kijk, het is natuurlijk wel zo dat als op een gegeven moment. Komt er een nieuwe plaat uit en dan noemen we het een nieuwe plaat van Deep Purple. Ja. En dan hebben ze besloten dat alle interviews plaatsvinden in Zwitserland. Ja. Nou, dan mag je per land een aantal mensen uitnodigen, ja. Nou, dan werd ik uitgenodigd. En dan word je inderdaad luxe. naar nou, Zwitserland gevlogen. Ja. En zit je daar in een Rant Hotel. Je krijgt alle tijd om met die op te spreken en zo. Ja, weet je dus dan ben je eigenlijk al heel erg uh, goed gemutst. Dus dan ga je zo'n plaat ja, niet ja, afkraken. Ja, ja, ja. En die plaat die was ook heel goed, dus dat was makkelijk. Ja, maar ma het kan ook een kutplaat zijn en dan ben je toch in de watten gelegd. Ja. En dat maakt het wel moeilijk. Dus ja. de omstandigheden waren wel vaak zo dat je dacht van ja, we moeten er alles aan doen om die jongens gerust te stemmen. Ja. En dat, dat werkte wel. Maar je hebt toch ook eens een keer in Concorde gezeten, of niet? In, in, in dat in dat supersonische vliegtuig. Dan vertelde je later. Ja, nou, daar was ik zelf niet bij. Daar, bij maar dat gebeurde van, wel in mijn van tijd. horen horen zeggen dat ja. mensen ingevlogen Mijn collega werden. ging mee. Harry van Nieuwenhoven. Ja. Ze ging vanuit Parijs ging er een Concorde. Stampvol met media mensen uit heel Europa. En was per land waren het, was het een groepje mensen uitgenodigd en die gingen naar Atlanta voor een concert van Elton Ja. Na het concert gingen ze in een vijfsterrenhotel. hotel. Volgende nog een terug. Ja. Wat denk je wat dat gekost heeft? Ja nee, bakken. <laughs> Welke artiest heb je nou nooit gesproken die hoog op je verlanglijstje staat, misschien nog steeds of stond? Heb je Prince bijvoorbeeld ooit gesproken? Ja, maar daar ben ik helemaal geen van. Nee? Nee? Nee, okay. dat, vind ik, dat vind ik drie keer niks. <laughs> Dat nee. vind ik leuk om te horen. Je moet zeggen dat van alle artiesten die, die ik goed vind, of ja? geweldig vind, of waar ik echt fan van ben, heb ik eigenlijk allemaal wel gesproken. Ja? Ja. Behalve die dood zijn natuurlijk. Ja, dat snap ik. Ja. En heb jij ook wel eens iemand gesproken die inderdaad vlak daarna uh, ineens er niet meer was? Of dat jij het laatste interview deed? Of dat hij misschien bij jou dingen gezegd heeft die de Wereldpers. Ja, Paul McCartney staat niets van bij. Hè? Die leeft gelukkig wel nog. Maar daar, daar, daar heb jij de internationale pers mee gehad? Ja. ja, met, 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 met uh, Hij was uh, gearresteerd in Japan omdat hij drugs bij zich had. En toen heeft hij een, een dag of tien in de gevangenis gezeten. En toen op een gegeven moment hoorden wij via via... hij is vrijgelaten. En hij, komt naar, hij, hij gaat naar huis. Hmm. En toen hoorde ik zo van... hij vliegt via Schiphol. Want hij kon niet rechtstreeks de vlucht naar Londen krijgen. Want hij wilde zo snel mogelijk weg. Ja. En toen pakte hij de vlucht naar Amsterdam... en de aansluitende naar Londen. Maar er zat een paar uur tussen. En ik had het al uitgezocht... Het was midden in de nacht dat hij aan zou komen. Dus hij moest dan van s'nachts drie tot vijf of zo moest hij wachten. Ja. En dan kon hij met de vlucht verder. Dus ik had gelijk gezegd van, nou, ja, luister, weet je, ik wil wel naar Schiphol gaan. Kijken of ik hem te pakken kan krijgen. Ja, ja, ja het zal wel moeilijk worden. Ik zie, ja, natuurlijk wordt het heel erg moeilijk. Ik zeg, maar niet geschoten, het is altijd mis. Ja. Hij zei, weet je wat, krijg je? doe maar. Dus ik met s'nachts, en ik had al contact op Schiphol, als een handig. Dus ik kon gewoon door die douane heen. Ja. En ik kon ook naar, de, naar die VIP-ruimtes waar dat soort klanten dan, zeg maar, verblijven als ja. ze moeten wachten. En, uh, maar het was, was wel zo. Er waren meer. Er waren vooral fotografen die zich ook aangemeld hadden. Dus toen we op het plekje kwamen waar hij dan zeg maar zit in zo'n ruimte. ze zo van die koortjes en zo. En dan werden we tegengehouden. Dus ja, dus wij stonden daar met z'n allen. en dus van ja, nou ja, weet je wel. Uh, er gebeurde niks. En ik zie op een gegeven moment een van die managers die dat moesten bewaken. Dat zie ik iemand die ik ken. Een jongen, een fotograaf van hartrookconcerten. Gerard Rappard. Hij zegt, hey Gerard, jij hier? Ja. Hij zegt, ik ben aan het werk. Ik zeg, met elkaar is binnen. Ja, ja, ja. Ik zei maar wat gaat er dan, wat gebeuren? Hij zei ja uh, geen idee. Ik zei maar er staat er een mannetje voor die deur, die hoort waarschijnlijk bij hem. Als jij dan naar die gozer toe gaat en je zegt van... Als die even naar buiten komt voor een kleine statement, dan gaan we allemaal weg. Ja. Dan ben je er vanaf. Nou, dus die, ik zie dat op, op een afstandje gebeuren, ja. dat hij dat vraagt. En die gozer gaat inderdaad naar binnen ja. toe en dat komt terug. Hij zei nou hij gaat het vragen. Dus vervolgens komt die gozer weer naar buiten toe, die komt naar ons toe. En hij zegt nou jongens als jullie beloven dat je, dat je meteen weg bent, dan wil Paul wel even een kort statement doen de oh, gek dus nou camera klaar alles klaar ja. weet je wel. en ik was de enige camera de rest was allemaal fotograaf ja was een stuk of vijf zes hoor dat wel want die, hebben, die zitten boven op het nieuws ja. weet je wel en niemand verwacht daar ineens een tv-ploeg maar goed ik stond daar dus we gaan Kamalani komt eraan en wat gebeurt er hij komt naar mij of wat ik ik sta met de camera ja. dus ik heb het interview gedaan ja kort en niet heel diep graven. maar hoe was hij in de gevangenis ja. en, uh, hebben ze je goed behandeld en bla bla nou, allemaal dat soort vragen want hij had vastgezeten in India of wat had... Tokyo. Tokyo ja, ja. en ja. die zijn heel streng ja met de stok nou, maar met, met drugs zijn ze oh, echt ja, ja, streng, ja, ja. Ja. Dus ze hebben natuurlijk wel alles moeten bewegen en waarschijnlijk ook moeten betalen om hem überhaupt vrij te krijgen. Hij had gewoon normaal gesproken jaren de, ja. de bak in gemoeten. Nou ja. ja, goed. Dus um, uh, dat ik... is allemaal gelukt. En uh, ik denk dat hij na twee, drie minuten was hij weer weg. Ja. Zo dankjewel, uh, Madje, dan ging hij weer terug. Dus ik ga mijn verhaal, wat gebeurde? Al die fotografen die hebben allemaal foto's genomen, maar ja. elke foto stond ik ook. <laughs> ja. En de volgende dag alle kranten in de hele wereld. Ja. Nou, die foto op de voorpagina. Want dat was de wereldnieuws? Ja. En had zijn die nog iets bijzonders of verhield nee. hij zich op de vlakte? Hij houdt op de vlakte. Ja, hij oké. wilde gewoon dat we weggingen, maar heel vriendelijk hoor. <laughs> ja. Maar Eigenlijk zoals die jongens altijd zijn in interviews, heb je hem later nog een keer uh, gesproken? Ja, ja. In uh, Countdown, onder andere ja. heeft hij opgetreden. Ja. En um, ik geloof nog wel een keer. Ik heb, ik heb drie van de vier Beatles uh, ontmoet. Ja. Dat is ook wel bijzonder toch? Ja. John Lennon is dan vermoord. Maar uh, Ringo Starr heb ik een paar keer ontmoet. En George Harrison is ook bij Countdown geweest. Die heeft Simone uh, nog geïnterviewd. Mm -hmm. Maar ik was de redacteur, dus ik ontmoette die mensen ook. Ja. Ik heb geen lang gesprek met hem gehad, maar ik heb wel hand gegeven. Ik ja. wel even gepraat met hem. Wie heb je allemaal meegemaakt bij Countdown? Uh, Adam Curry natuurlijk ook. Eerst de oh, Zwart. Eerst de Zwart. Toen Curry. Ja. Toen Simone Walraven. Toen Stenders, heel kort even. Stenders van Inkel. Um, die zoon van Faber, hoe weet hij weer? Uh, ja, ja, Jasper ja, Faber. Een ja. tijdje gedaan. Dus ja, ja, ja. Ja. verdiepen, niet vergeten. Ja. Heel belangrijk. En wie heeft het, het beste gedaan van allemaal? Edm. Ja, toch? Ja. Edm was een fenomeen. Ja. ja. Waarom? Nou, die had een, die had een bepaalde uitstraling. Ja. Weet je, die, die past ook helemaal in die tijd. Niet alleen door, door zijn haar en zo, maar ook gewoon de zelfverzekerdheid van mij. Dat bravoer. Dat, dat hij ook heel goed Engels sprak met die artiesten. Ja, hij was zelf artiest, hè? Ja. Hij ja. sprak ook met die mensen op een soort gelijkwaardige voet. <laughs> ja, ja. Zo van: Weet je, ik, jij bent een artiest, maar ik ben ook een artiest. Ja, ja, ja. En dat kwam wel goed over. Ja. Zo'n stukje mensen kenden wij in Nederland helemaal ja, niet. Ja, ja. En Eddie was ook heel erg grondig in de voorbereidingen. Hm. Want ik ging, elke week ging ik de dag voor de opnames naar zijn huis. In de Beethovenstraat. En dat was wel leuk, want dan haalde hij allemaal lekkere dingen, lekkere hapjes en zo. Mm -hmm. En dan gingen we samen alle vragen voorbereiden, doorlopen. Ja. Zeggen, dit, zo, dit. Zo. Helemaal voorbereid. Maar Erwin was de enige die dat deed. Van al die mensen die ik me ja. ik heb in al die jaren. Hij was de enige die dat deed. Heel professioneel. En dus staat die man daar gewoon met een uitstraling. Ja. Weet je wel, die, Mij maak je niks. Hij had totaal geen onzekerheid. Ja, ja, niks. Ja, ja. Hij had zich gewoon heel goed voorbereid. Ja. En dat, dat straalt op iedereen af. Dat weet je ook wel. Mensen ja. met zo'n uitstraling. Ja. En hij had de charme. Alle vrouwen die waren gek op hem. Ja. Nou, wat wil je nog meer? Ja, wat een tijd, hè? Ja. Toch, ja. Heel veel mensen zeggen, komt dit ooit nog terug? Wat denk je zelf? Nee. Ja, wat denk je? Nee, nee kan niet, dat kan hè? helemaal niet meer. Met zoveel kanalen. Alles is versplinterd. Dat is bijna niet meer oh, te Het is totaal versplinterd. Kijk, ja. ik zeg wel eens tegen mensen... Toen wij Koune Café deden op vrijdagavond... Toen hadden we misschien wel een miljoen luisteraars. Maar er stonden we helemaal niet meer stil. Nee, dat weet je niet. En weet je waarom niet? Er was geen concurrentie. Dus waarom nee. zou je bij stilstaan bij de luistercijfers? Ja. Die zijn alleen maar interessant als er concurrentie ja, is. Ja. En er was nog geen commerciële radio. In die nee, tijd. er was niks. Als je vrijdagavond naar de radio wilde luisteren, je hield van popmuziek, dan had je maar één keus. Ja. En dat, dat geldt voor overdag ook. Dat, je, dat, je had gewoon geen keus. Maar romantiseren we het dan te veel? Was het eigenlijk niet zo goed als we nu denken dat ja, wel, het, was? het was? fantastisch. Ja. ja. Toch? ja. ja. Ik ben ja. voor overtuigd dat het fantastisch ja. was. Maar ook de tv-versie, ja. ook you know, Countdown later. Het feit en... dat Veronica in zo'n korte tijd de grootste Nederland is geworden, ja. dat is ongekend. Ja. Daar zouden we op oud een standbeeld voor moeten krijgen. Ja. Ondanks alles. Ja ondanks nou, ja, dat, dat hij op het laatst een beetje potje ja. vermaakte, en ja. dat hij dan zeg maar ja wel vaak dronken was en zo, hè, die verhalen zijn wel bekend. Maar wat hij neergezet heeft, ik zie hem nog staan, een beetje het of, weet je, toen van ik aan ja. land moest, ja. die, die 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 passie en die gedrevenheid van die mensen om dat voor elkaar te krijgen, dat is ongekend, komt nooit meer terug. Nee. En dan dat voor elkaar krijgen ja. ook, en dan beginnen als aspirant C-omroep met één uur uit in de maand, ja, ja, weet ik ja, van de klassieke begonnen. zender of zo, hè? Ja, weet je, en dan er. binnen no time Weet ja. je, wel, elk jaar ging de champagne weer ja, open. Ja, ja. Want dan ja. was er weer een en terecht, nieuwe stap. Bedoel, mijn hele jeugd uh, was Veronica het, het meest magische moment van de week. Als het op tv kwam, als, de, als de, de gids bij ons op de mat viel. hadden mijn broer en ik ruzie. Wie het eerste Veronica Magazine mocht lezen. Weet je, wel? dat Club Veronica, was je, was, je, was, je, was je dol op. Dat heeft echt mijn jeugd heel erg opgeleukt. Ja, ja, van, dus, uh, van heel, veel, van heel mensen. veel mensen, ja. Dus die zijn we schatplichtig. Ja, dat... en ik ben zo blij dat ik daar een onderdeeltje van ja. uh, heb mogen uitmaken. En ik ga het nog een keer zeggen, Patrick. Rob Oud verdient daarvoor een standbeeld. Ja. Want hij wordt, hij wordt vaak uh, een zeg maar... beetje verguisd. Nou ja hij, ja, hij krijgt niet de eer die hij verdient. Ja. Dan ben ik eens benieuwd wat je van dit boek vindt. wat je voor je verjaardag alvast gekregen hebt, Mr. Veronica. Want hieruit blijkt ook wel dat het niet altijd uh, Roze ruw aan manenschijn nee, was achter niet. de schermen. Helemaal niet. Het was natuurlijk, ik heb er niet heel veel van meegemaakt. maar ik weet die verhalen wel. Ja, het was natuurlijk ook wel een beetje chaos en verwarring. Maar ik denk dat het er ook een beetje bij hoort. Ja, natuurlijk. Het was toch een beetje rock'n'roll. Ja, ja, ja. Even kijken. Um, jij zei ergens: de rol van platenmaatschappij is uitgespeeld. Sta je daar nog steeds achter? De grote maatschappij wel. Ja? Klantjes niet. Klantjes die doen er nog steeds toe. Okay. Maar die grote. Kijk, ik bedoel, een vriend van mij die werkt bij Warner. W.J. is, we heette het dat vroeger en zo. En die zegt tegen mij. 75% van onze omzet komt van Spotify. Hmm. Hij zegt, we zitten gewoon... Eh, Prima, muziek op Spotify. Alsjeblieft. Google gaat <laughs> zich ermee bemoeien. Google, stop. <laughs> hey, Google, stop. Oh, Anders krijg je een steen naar je hoofd. Het is toch verschrikkelijk? Die, in China zitten ze ons de hele tijd af te luisteren. Hè? Ongelooflijk. Maar ik trek even de stekker uit Google. Momentje, hoor. Dit is echt... <laughs> Hij gaat er maar door hè. Hou je bek. Zo. De laatste keer dat Google zich ermee bemoeid heeft, Kees. Waar hadden we het over? Ja. Hij zit, wij, wij zitten daar gewoon met z'n allen gewoon geld te tellen. <laughs> ja? Ja, ja. ja. Worden, worden vrijwel geen artiesten meer nee. uh, getekend. Nee. Wat ze doen, en met name, hey, ja, Warner, is dan, die hebt een geweldige back catalogue. Ja, ik een grootste Flip Eagles, ja. nou ja, noem ze maar op. En dat wordt weer allemaal opnieuw ontdekt. Ja, Spotify. en dat brengt goud geld op. Ja. En niet voor de artiesten, maar wel voor de maatschappij. Daar hoeven dus geen medelijden mee te hebben. Helemaal nee. niet. Maar de rol is dus al zodanig uitgespeeld. Ja. Dit is een soort bank geworden. Ja. Baars Classic Rock, de meeste gitaarsolos ter wereld. Dat is jouw hobbystation op internet, hè? Ja. Bestaat hoe lang? Ruim tien jaar. Ja. En, eh, Elf nu, jaar nu. Er eh, zijn ook oude afleveringen van Koune Café toch? Ja, elke hoor, vrijdagavond. Ja. Dus ik heb, ik heb zelf een archief met ongeveer 200, 250 afleveringen. Um, kunnen, kunnen bewaren al die jaren. Terwijl er eigenlijk wel... 750 gemaakt hebben ja. met Alfred. Maar ja, oké. Okay. Dat kan je niet allemaal. Uh... Zijn die nog te vinden ergens? Nee, die zijn allemaal weg. Ja? Ja. Misschien als er iemand hier naar kijkt die er nog iets heeft liggen, kan die. Even... Nou, eentje in de komt er wel eens eentje boven water. Ja. Maar de grote hap is weg. Ja. Alles is gewist. Oh, dat was nog op, op dure banden vroeger. Hè, dat het bewaard. Ja, maar We ik heb het bewaard op cassettes. En de grap was dat ik dus al die cassettes had en die waren nog nooit afgespeeld. Die kreeg ik ja. van Alfred naar de uitzending en die stond ik in mijn binnenzak en die ging daar in, in de kast. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus toen op een gegeven moment heb ik, heb ik iemand, uh, tien jaar geleden, iemand benaderd. die dat uh, voor mij moest digitaliseren. Dat kon ik zelf niet. Maar dat moest met hele goede apparatuur gebeuren. Want ik zei ook van nou, die bandjes die zijn al 30 jaar oud. Of hoe oud waren ze toen? Dus het kan zijn dat als je ze één keer afspeelt. dat het gewoon weg is. Dus je moet in één keer afspelen en dan moet in één keer gedigitaliseerd zijn. Ja, goed. Ja. En die Goos heeft dat geweldig gedaan. Geluidkwaliteit is ja, top. Gewoon van cassetten? Ja, van cassetten. Wel chrome cassettes denk ja, ik. Ja, dat ja. wel. En, en ook een hele goede apparatuur. En toen heb ik dus inderdaad die uitzending gekregen. En nu doe ik dus elke maandagavond van 9 tot 11 een oude aflevering van nee, cool. Canonical. Waar, waar is het ontvangen? Behalve internet ook nog via een van die kabelaars? Of nee, is dat het duur allemaal? Ja, nee, alleen maar waar, ik Oké. Okay. Ja, weet je, het is, je moet alles zelf betalen. En het kost me, uh, doe al meer dan 10 jaar. Uh, elke maand kost het me 200 euro. Aan Buma en zo. Ja, ja. En, de, en de provider. Ja. En uh, Sena. Waarom uh. doe je het? Ho ja, hobby. Ja. ja. Ik vind het heel erg leuk om te doen. En ik wilde eigenlijk vanaf het begin al mijn eigen favoriete maken. Ja. En dan hopen dat andere mensen het ook leuk vinden. Dus al die muziek die langskomt, die vind ik te gek. En ik luister er zelf heel erg vaak naar. En je hoopt dat andere mensen het ook ja. vinden. Wat is Downtown Café? Ja, Rob Stenders, die begon met uh, Kix Radio. En um, op een gegeven moment, toen uh, kwam ik hem tegen... We Dikveld, ...toen zei hij van... ...zullen we gewoon een Café uh, gaan doen... ...bij uh, Kix Radio? Ja. Doen we dan in, uh, gaan we in de Stairway to Heaven zitten... Die tent van Henk Westbroek, in ja, Utrecht. Ja. Hij zegt en dan doe je met Fred Sibeling samen. Zei, dan gaan we elkaar aan een café doen, gewoon bandjes uitnodigen, nodig en spelen. Ja. Ik zei, nou, hartstikke leuk. Maar ik was, ik had natuurlijk wel een dagtaak toen met mijn autoprogramma's. Dus ik zei, nou, ik wil het graag doen, maar ik kan niks voorbereiden. Nee. Zei, dus Fred moet alles voorbereiden. Ik kom gewoon zelfs langs. Fred Sibeling, mee, ja. ja. meekletsen. Zeg maar, meer hoef je niet van mij niet te verwachten. Ja. Nee, dat is prima. En toen hebben we een persbericht uitgedaan. Dan Kano Café komt terug bij Kids je. Toen kregen we gelijk een brief van uh, SBS, advocaten. Ja? Oh, dat was ja. merkens van hun? Ja, mochten we niet gebruiken. Ah. Nou, ja, Rob die was natuurlijk helemaal niet uh, in staat om dat te pareren met mm. uh, advocaten. Dus toen hebben we bij elkaar gezegd. Ik zei, nou, weet je we doen? Dan doen we een Downtown Café. Zei, dan lijkt het er een beetje op. Een ja. ja. goede verstaande snapt het. Ja. Ook als je dat muziekje gebruikt. Dit je oh, dat... dit. Ja, <laughs> dus dat deden we allemaal wel. En toen zijn we, toen zijn we toch op die manier met verstart gegaan. Ja. En we hebben ja we gedaan. En toen trok de sponsor zich terug. Ja. Een sponsor was te duur, ja. ja. Ik deed het voor niks hoor. Ga niet, maar je moest toch die apparatuur ja, en ja, ja. Ja, en techn techniek is niet rond. Ja. Weet je wel, ja, en dat was het Café van een kwestie. dat ja. jullie, ja. Deden. Dat was heel erg leuk. Ja, kom die zelf ook wel eens bij? Ja, nee, natuurlijk. nee? nee dat niet nee. nooit geweest. Nee, nee nooit ja. geweest. apart. Nee. Was dit nou voor of na uh, Skyronica, zullen we maar zeggen, waar je het onder Erik de Zwart nog een keer uh, nieuw leven ingeblazen hebt? Nou, dat, het staat in mijn boeken. Maar ik, ik denk dat het ongeveer was 2007, 2008. Oké, okay. maar dan moet ik even bij vertellen dat. Ik begin van deze eeuw, uh, hoe noem je dat, van dit millennium, yeah. uh, gevraagd ben om een programma te maken voor Aero Classic Rock. Ad Osendrijver, die naam zeg je misschien wel yep. iets, Die kwam ik wat concerten tegen en zo noem maar op. Nou, op een gegeven moment belde hij me op en hij zei van ik zou ontzettend graag op dinsdagavond een programma willen hebben over symfonische rock. <laughs> hij zei: wil jij dat doen? Hij ja. zei: dan betaal ik je ook? Dus ik dacht, nou, ja, symfonische rock niet helemaal mijn, mm -hmm. mijn stijl, maar ja, ik had wel altijd altijd wel sympathiek tegenover. Ja. Dus ik zei, nou, dat wil ik wel doen. Dus ik ben me eigenlijk toen in, die, in het genre gaan verdiepen. Kijk, iedereen kent Yes Genesis en, uh, en dat soort bandjes wel. Maar er, zijn, er is natuurlijk veel meer. En die, en die, en die, die doelgroep die is ook heel erg geïnteresseerd in wat onbekendere mensen ja. in dat genre. Dus dan ben ik dus dat uh, keesbaars Bingo op een lijst gaan maken. En dat heb ik volgens mij wel acht jaar gedaan. Of was dat zo. toen de tijd dat Arrow op FM zat? Of? Ja. Nou, ik heb al die fases meegemaakt. Ja? En ik ben gestopt toen ze vierd gingen. Ja. En toen, toen ze vierd gingen was in 2009 of zo. Toen uh, heb ik uh, tegen mezelf gezegd, Kees, dit kan jij beter. Mm. Heel erg natuurlijk. Ja. Maar dat is wel een goede drijfveer. Ik, ik ga het zelf doen. Ja. En toen ben je... Toen ben ik uh, begonnen. Baas. Baas Tres de Klok. De Zwart werd volgens mij de baas bij het nieuwe Veronica. Noem ik 2015. Dat. Ja, 2015. Na Niels Hoogland. En uh, die, wilde, die belde je op. Die wilde ja. aan een Café terug. Ja ja zat er ook toen, toch? Ja. Ja, ja hij wilde ik een café. En uh, ik had zoiets verhaal te gek, fantastisch, geweldig, weet je wel. Ik was echt in de zee van de hemel. Ja. Op dus vrijdagavond heb ik, ook weer, ja, hè? hebben opgestart en dan gingen we drie weken in de studio en dan één week in de Forstin. Live. Ja. Met het publiek erbij. En dat deed je samen met Dennis Houbet, toch? Ja, ja, met mijn grote vriend Dennis Houbet. Ja. kon ik heel goed uh, mee uh, overweg. En het was, dat was geweldig. Dat was één groot feest. En daar heb ik ongelooflijk van genoten. Maar ja, toen werd uh, Veronica overgenomen de talpa. Ja. Nou, wie vloog eruit? Erik Zwart, ja. Iver Velthuizen, Jeroen ja. Inkel, ja. van Leuven. Nou, ja, noem jij misschien. Bijna iedereen. Ja. Iedereen vloog eruit ja. van de oude hap. Ja. En ik dus ook. Dus uh, het was het over. Maar, maar wat er, wat, er, wat, er, wat grappig was, is dat in die tij, in diezelfde tijd, nou ietsje later zeg maar, werd ik benaderd door de Q Factory. En de Q Factory. Dat is een soort paradiso melkweg oh ja. tent in Amsterdam. Ja. In Amsterdam Oost. Ja. En de Q-factor die bijzonder niet zo lang, die waren eigenlijk een paar jaar weg en Die zeiden: Wij willen graag een, uh, een wekelijks een avond organiseren met uh, hard rock, classic rock bands. Mm -hmm. En wil jij dat presenteren, aan elkaar praten en een beetje met die interviewtje erbij? Zoals ik, dat kan ik veel te delen. Ja. En daar betalen we ervoor. voor. Ik zei: nou, Hartstikke leuk. Ik zei, dat gaan we doen. Dus eigenlijk was het al rond. In diezelfde week zie ik op Facebook ineens uh, uh, de nieuwe programmering van NH Radio. Ja. Van Arjen Snijders. Ja. Die was daar baas geworden. Ja. En ik zit die programmering zo te bekijken en ik zie dat er een gaten zitten. Dus ik bel een, een Snijders op, die kende ik vrij goed, mm -hmm. die mag ik ook heel erg graag. Geweldige gozer. Dus ik zeg van nou, uh, wat heb jij geen zin om een Café te programmeren als dat zo uitkomt? Nou kijk, dus ik zou niks liever willen, dat zou ik <laughs> fantastisch vinden. Toen ja. ben ik teruggegaan naar de Q-Factory, toen heb ik gezegd van luister jongens, waarom maken we hier geen radioprogramma van? Ja. Radioprogramma? Kan dat dan? Ja, dat kost misschien wat centjes, maar dat kan wel. Ja. Nou, toen heb ik ze zover gekregen dat zij dat programma gingen financieren. Dus de productie. En dat werd gratis aangeleverd aan, uh, aan, aan, NH. aan NH. En wat er gebeurde is, is dat uh, zij kregen spotjes voor hun concerten. Oh ja. En de radio stelde dat er tegenover. Dus er waren beroemde artiesten die traden op in de Q-factory. Ja. En die kregen dan een, 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 een spotjes in de ja, reclame. Bartendier. Ja, dat heeft jarenlang hartstikke goed gelopen. Ja. Toen kwam ineens corona. Nou, en toen mochten we dus niet meer bandjes opnemen. Nee. Ik, zat elke, ik zat elke maandagavond of dinsdagavond, ben ik even kwijt. zaten Zat in de Q-factory in de kleine zaal. En dan hadden we allemaal bandjes En Het was ontzettend leuk weer interviewtjes doen. Ja. Echt als van oude tijden herleven. Ja, en had je misschien wel iets minder bereikt door de radio. Ja. Maar een radio is een wel leuke club. Ja. En met name onder leiding van Ines Snijders. Ja. Die, die inmiddels weg goed is. goed gedaan. Ja. Maar die werd er ook uitgegroeid. Ja. Maar los daarvan uh, moesten we stoppen omdat we niet meer concerten konden opnemen. Logisch. Ja. Nou. Toen heb ik nog een tijd lang heb ik uh, zeg maar compilatie-uitzendingen gemaakt, maar toen kreeg ik op een gegeven moment van in haar hoor, ja, we gaan sowieso niet meer verder ermee. Hmm. Nou, oké, okay. zo gaan die dingen. En dan nou, uh, moet ik er wel even bij zeggen uh, dat ja. ik dus wel daarna weer gesproken heb met de Q Factory. En op, op dit moment is het zo. Misschien weet je dat wel. De Q Factory is bezig met een eigen racechampion. Aha. En als dat rondkomt. Dag willen ze KNCV weer starten. Ja, logisch zou Q Music zijn natuurlijk. Maar dat past misschien niet helemaal nee, in de vorm. Factory Music moeten ja, ja, ja. Heeft Stenders je al gebeld voor het nieuwe radio. Voor nee, ik heb wel een mailtje gestuurd. Zo van zullen we KNO Café weer opstarten. Ja? Heeft hij wel gelezen, zag ik aan de vinkjes. <laughs> maar niet gereageerd. Nee, maar ja, ik dacht, ik plant toch even een zaadje ja. daar. Maar jij kan natuurlijk veel meer. Want we, we zitten nu al uh, een kleine anderhalf uur geboeid naar jou te luisteren. Je bent een verhalenverteller. Zou je ook radio uh, kunnen maken zonder dat concept van uh, Kaman Café? Of wil je alleen maar dat? Ja. Mij, dat? Mij gaat het om bandjes optreden. Ja. Het, 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 niet alleen omdat ik het te gek vind, maar ook omdat ik ontzettend leuk vind om mensen een podium te geven. Ja. En het mooiste is: een bekende band, waar mensen op afkomen, en een onbekende band, die ze dan. Ja, meepakken, de promotie. Maar toch, je hebt een goede Je hebt een goede stem, je hebt al die gasten geïnterviewd. Als jij dan bijvoorbeeld de Stone zou draaien, kun jij uit eerste hand kun jij daar op de radio een mooie anekdote over vertellen. Dat is natuurlijk goud. Nou, dat heb ik ook wel gedaan in Kano Café, hoor. Ja. Dus dat hoeft niet. Uh, dat, nee, maar dat, dat kan dat gewoon gaan De jonge ga Garde heeft dat misschien nog niet uh, gehoord. Nee, maar ik heb ook het idee dat het publiek wat erop afkomt in de Q-factory. dat zijn allemaal oude mensen. Ja. En de luisteraars zijn ook volgens mij allemaal boven de 55. Weet je wel. dus... Die jeugd kun je daar niet meer mee bereiken. Nee, nee. radio is natuurlijk, is natuurlijk een uitstervend fenomeen. Mijn kind luistert niet naar de radio. Nee. Heeft de radio ja. nog toekomst, denk je? Nee. Nee? Nee. Niet zoals ze het nu kennen. Maar wat voor een vorm dan? Um, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik bedoel, ik, het is heel duidelijk dat de kids van tegenwoordig ze lezen niet meer, ze kijken geen televisie, ze luisteren geen radio. <laughs> nee, ja. maar dat is gewoon zo. Ja. Ik bedoel, er zijn uitzonderingen, maar de grote, de grote hap. Dat allemaal maar, niet meer. Jouw kinderen ook niet. Nee. nee. Boeklezen? daar is sprake van. Luisterboek misschien. Luisteren. Nou, podcastje. Geen idee. Nee. Maar die, die, die zijn met heel andere dingen ja. bezig. Zou dat kunnen trouwens nog? Van Kouden aan café gewoon een, een podcast lanceren? Of zit je dan ook weer met rechte internationale toestanden? Uh... Nou, weet je, eigenlijk heb ik daar geen zin in. Nee? Ik wil gewoon lekker beetjes uh, <laughs> naast me hebben die spelen. Ja. ja. Met, die gewoon lekker met gitaren en drums. Ja. Met eerlijke instrumenten. Gewoon lekker, lekkere muziek neerzetten. Ja. Eerlijke, eerlijke muziek. Mensen die gewoon dat, die hun best doen om liedjes te schrijven ja. en om, om iets over te brengen op de mensen. Dat ja. is wat mij omgaat. Ja, nee, nou, dat duidelijk. En die sfeer, weet je, daar ben ik een beetje aan verslaafd. Ja, ik, ik, ik zie mezelf niet in de studio zitten, s'nachts nee? om drie uur, om een uurtje lang plaatjes te draaien. Ik heb wel gedaan hoor. Ja, maar uh, daar haal je niet je lol uit. Je nee, moet, zeker niet. Je hebt het publiek erbij nodig ook. Ja. Ja. Ik ben, ja, ik ben ook geen radioman in hart en nieren. Ik ben meer een soort van journalist die toevallig ook op de radio is. Ja, 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 ja. ja, ja. Je bent, mogen we je met Leo Blokhuis vergelijken? Ja, dat mag. Ja, maar die doet wel iedere week een radioprogramma natuurlijk. Ja, die, heeft, die zit natuurlijk bij de publieke omroep aan. Ja, uh, ja, radio 2. Even, je was ook de gast bij Simone Walraven. Daar heb je ook een speciale band mee. Je was de gast op twee bij Simone's Songlines. Je, je vertelde aan het einde, wilde je persoon nog even zendtijd om te zeggen... dat je zo leuk met Simone had samengewerkt, hoorde ik in een podcast. Ja, dat was ook zo. Kijk, je moet je voorstellen, Adam ging naar Amerika, naar MTV. Die werd daar een grote ster. En... Er moest een opvolger komen en Lex had uh, op een of andere manier Simone Wallhaven gevonden. Ook wel Sipi dus, genoemd. Ja, Sipi. Dus ik werd aan haar voorgesteld, want ik ging natuurlijk haar uh, traditioneel begeleiden en zo. En als ik heel eerlijk ben, dacht ik bij mezelf zo van... Nou, als jij in die schoenen van Edem moet gaan stappen, ja. zei, dat valt nog niet mee. Maar het grappige was, zij was heel onbevangen en zij zat daar helemaal niet mee over Edem over, hey, en zo. Zij deed gewoon heel natuurlijk wat ze gewoon deed. Ja. En dat, vanaf, dat duurde bij mij heel even voordat het kwartje viel. En toen had ik zoiets van... Dat is de enige manier waarop het werkt. Je vergeet je niet en hem na doen. Nee. Niet proberen uh, er meer van te maken dan het is. Maar gewoon jezelf zijn. ze je zat een beetje een soort. Was, nou, niet echt verlegen, maar toch een beetje een ja weet je niet zo schreeuwerig maar een rustige presentatie een en hoed was... kan ik me herinneren een hoed had ze op ja ja ze, ja, ze was maar ze deed het echt geweldig en binnen no time was zij gewoon ook heel populair ja. misschien niet zo populair als Adam maar toch had zij ineens uh, haar fans ja nou dat heb ik altijd fantastisch gevonden van haar ja. want dat kwam niet door mij hoor dat was dat was gewoon ja. dat was gewoon dat haar was, eigen talent was eigen talent en ze is later met de zanger van Johnny Hates ervandoor vandoor gegaan ja. Ja, want dat vond ik zo leuk ook, die maar podcast. Maar wel een hoor, nu. Ja, dat weet ik. Maar die podcast begon, dat Simone Songlangs begon met Turn Back the Clock. Ja. <laughs> ik denk, hé, hey, dat is een mooie hint. Even kijken. Maar... Ja, ik was daar natuurlijk bij, hè. Ja, als bij de directeur van Kauna. Hoe dat ontstond tussen ja. die twee. Ja. Ja? Ja, ja. ja, ja. goed, dat, ik zag al dat ze steeds met elkaar praten, ja, weet je ja, wel. Ja, ja. En ik, dat zie je uit je ook dan. En dat, dat gebeurt natuurlijk wel vaker, dat artiesten wel... Hmm, uh, Interesse tonen. Simone uh, Leuk van... van, 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 van maar ik, daar zag ik wel toch wel vre, 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 vrij snel zag ik daar een soort van iets ontstaan. Ja. En toen hoorde ik later zo van, uh, nou weet je wel, ze uh, hebben een verkeering. Ja. Even een paar vragen van mensen die uh, van tevoren wisten dat ik jou ging interviewen. Ik moest jou per se vragen van mijn vriend Rob. Wie is de beste gitarist ter wereld? Jimi Hendrix. Ja, die heb je nooit kunnen spreken natuurlijk. Nee. Nee. Um, Eddie van Halen. Vaak ja. gesproken, ja. heel vaak. Een hele goede mee. Nee, nee slechts niet. Nee? nee, ben je niet zo conservatief fan? Nou, die is, die is wel oké, okay, maar dat is niks ja? bijzonders. Nee. nee. En Metallica had je het ook niet zo op. Hè? Nee. Die zag je ja, dat voor je helemaal niks. Nee. En toen zeiden ze tegen ja, je, dat wordt heel groot, Zei ja fuck off. Ja, Toch? ik had zoiets van, nou, het zal wel. <laughs> maar uh, uh, nog ik, steeds nee, niet. Nee, ik geloof het ook helemaal niet dat ze groot werden, nee? maar dat tellen ze dus wel. Ja, en en, die, maar, en, die, en die, die man die het tegen mij zei, die Pieter Mensch, die manager, die had, die had zoiets van, nou, die keis, die, die zat er helemaal niks van. Maar het klopt ook. Ik snap het. Ik snap het niet. Maar heb je dan achteraf nog steeds? Ik, denk, ik zag het. Ik hoorde het verkeerd. Ik vind het nu toch goed? Of vind nee, je het nog steeds keurig? Nee, ik vind het nog steeds helemaal niet. Nee. <laughs> dat vind ik wel leuk, ja. Ik vind het een beetje nep. Ja, weet je, ja, ja. Ik snap je wel. Ja, zeker als je dit naast de motor hebt of wat dan ook. Ja, ik vind het een beetje neppig allemaal. Ja, ja, dat en die komen me. ze met grote orkesten en zo. Denk ik van jongens flikker op. Ja. <laughs> Oké, okay. even kijken. Is er nog iets wat we absoluut in dit interview moeten fietsen? Waar je denk achteraf denken van uh... nou. Wat ook al heel erg leuk is, waar ik ook wel trots op ben, is natuurlijk het verhaal van de Stones. Vertel. Rolling Stones. 82 nee. volgens mij. De Stones komen naar Nederland voor drie concerten in de kuip. En op het laatste moment wordt er bij Veronica besloten. We gaan de hele vrijdagmiddag geen top 40, geen tipperaden uitzenden, maar alleen Stones platen. Cool. Wat vinden we ervan? Nou, wij zaten in die vergadering. Ja. Zeggen we, oh, nou ja, het is wel een goede stuk. Ja. Nou, we doen. Ik ook. Dus vanaf 12 tot 6. Ja, alleen maar stoons. Alleen Dus op een gegeven moment, die stons komen vrijdagmiddag komen ze aan in Nederland. Ja. Die zitten in de auto. Ja, ja. En die zet de zet er chauffeur er, ja. had het al langer <laughs> gehad dat Fronica dat deed. Dus die ja. zet de radio aan. Ze begrepen zo: Wat is dit dan? jullie? Is het een cassette of zo? Ja. Nee, is de radio. radio. Wie, wie is dat? Fronica? Nou. Zo gaat het dan. Dus ze komen in de Kuip. Smiddags, weet je wel. En die Mick Jagger, of wie dat ook, die zegt dan tegen, tegen Pimmetje van de Maatschappij: Pimmetje Piep? Ja. Die zegt: van... Ik hoor het. Veronica had de hele dag praten van ons ja. draait. Ja, dat klopt. Dus ze zijn enthousiaste... En, en ze draaien alleen maar platen van jullie. En de top 40, best beste van de NS Radio, is er voor geskipt. Dus ...die de jongen waren onder de indruk. Dus die Mick Jagger, die zegt tegen Pim: Nou, als er nou iemand is bij Veronica die langs wil komen voor een interview of zo. Hij zegt, uh, en ja. misschien een concert bij te wonen. Hij zegt dat, uh, dat is prima, cool. regel, regel dat maar. Dus Pim belt naar Veronica. En wie zit daar op vrijdagmiddag? Ik Ik zit de kanig voor te bereiden. Ja. En Pim zegt van: Ja, uh, die jongens die willen, die, die willen graag dat je, dat je komt. Want ik heb het zo bedacht, zei Pim. Hij zegt, dan doe je het interview. Hij zegt, en dan heb je vanavond een uitzending. Hij zegt, en als jij dan die special die je maakt. Uitzend tussen 11 en 12, dan zit iedereen die bij het concert geweest weg. is in de auto. After party. Zit daar ja, na te luisteren. Wat een goed idee. Ja. Dus ik zeg, Nou is goed, dus ik hoppa, nagra geregeld. En meteen vol gas naar de Kuip. En Pim het goed geregeld, dus ik kon er aanrijden En uh, ik Kees Maars van. Ja, ja maar, ik moet verwachten, heb hek open. Daar kunt u parkeren, speciaal voor u gereserveerd. En dan uh, kwamen mensen naar me toe. Ja, dan kan ik aan meelopen. En voor het wissel was ik binnen in de, in de, in de, in de, in de Kuip. Dus dan loopt er zo'n man, die regelt het dan, en uh, die, we lopen door al gangen En op een gegeven moment uh, tikt hij op de deur en hij doet de deur open en stuurt mij naar binnen. Zo van, uh, alsjeblieft. En ik kom in een vrij grote ruimte daar en met banken en tafels en een heleboel drank en hapjes en zo. En uh, al die stallen zijn daar en ook allemaal aanhang. Maar dan je een mannetje, mannetje 15. Dus uh, nou ja, ik was een beetje in verlegenheid gebracht, ja. weet je wel. Uh, dus ik, ik zet mijn nagaan neer en ik, ik ga dat bandje erin zetten en zo. Die komt, kijk dit, komt naar toe. Are you the guy from Veronica? yes. Wow man, great. Did you play all records all the time. Thank you very, very much. Nou, toen was het ijs gebroken. Yeah. En toen zei hij van, who do you want to talk to? Ik zei, nou, to you. Yeah. Oh, oké. Okay. Yeah. I'll be right back. En uh, nou, biertje erbij, weet je, ook voor mij en zo. En hij was de eerste. En ik, ik heb het kort gehouden hoor, weet je wel, gewoon eventjes zo... Ja. Eh, Vind leuk om in Nederland te zijn? Drie shows ja. in de Kuip. Ja. Geen diepgravende vragen, maar gewoon een ja. sfeertje maken. Ja. Nou, toen was het, was het klaar. En toen zei hij van, wie wil je nog meer spreken? Ik zei nou, Mick. Oké, okay, nou, Mick, kom. Weet je, nou, Mick erbij. En toen nog... Um, Charlie? Nee, nee, nee. Ron Ja. En toen had ik, drie. nou, dacht ik, zo zou wel ja. goed, weet je wel. Dus ik, ik heb weer ingepakt, nog een beetje genomen. <laughs> en ik weer naar buiten toe. Dus die gozer, die stond daar buiten, horen met andere mensen en zo. Die zegt, het is goed gegaan, ja, hartstikke goed gegaan. Dus ik was verpland plan weer terug te rijden naar, uh, naar Hilversum. Maar het was ondertussen wat avond geworden, we ik wel, half acht of zo. Ja. Hij zegt, nou, ik weet niet hoeveel tijd je hebt, zei die gozer. Hij zegt, maar we gaan zo op. Hij zegt, je mag wel even met, met me meelopen uh, als ze opkomen. Dat is wel dat is leuk om te zien, natuurlijk. Ja, ja, dat zou ik wel willen. Nou, dus ik blijf daar. Dus op een gegeven moment, ja hoor, een beetje paniek. deur open, dicht. Ja. En de, de stones met al die aanhangers en zo, die gaan allemaal dicht in de bune. En ik loop met Pim en met die gozer, lopen lopen erachteraan. En ik denk, nou, die, gaat me, die zet me in een van de VIP-vak of zo weet je, voor ja. uh, relaties zo aan de zijkant. Maar iedereen ging natuurlijk die trap op aan de zijkant, die bühne op. En wij gingen dus ook die trap op. Ik had... Je stond ineens op het podium ja, in de En die zegt van, ga maar achter de, oh, de, de, kuip. de monitor staan. Ja? En dan sta je de zijkant. Nee. Nou, en die gasten staan natuurlijk achter die gordijnen te wachten. En op een gegeven moment komt er een, hè, dan gaat er een licht aan. En die ben komt op en die staat er zo met de neus bovenop. En die, die, die hele kuip wordt natuurlijk helemaal gek. Ja. was de eerste show, weet je wel. 50.000 man. Wauw. En ik er zo dus aan de zijkant. En ze gingen dus inderdaad spelen. En ik maar klokje kijken, weet je wel. Ja. Nou. Toen op een gegeven moment een half uurtje of zo. Toen moest ik echt weg. Ja. Want we moesten nog monteren. Ja. Ik had al gebeld, natuurlijk. het dus zat allemaal klaar. In heel veel sum. Als ik aan zou komen, het zou heel snel gemonteerd worden. Dus ik was daar om, uh, nou ja, weet ik veel, nu tien was, was ik daar. En Annette en Alfred waren er allebei. 82 was het eerste jaar. Ja. Nou, en toen konden we het allemaal net allemaal uh, in de eerste uur van Kanen Café. Ja. werd gepresenteerd, maar werd tegelijkertijd gemonteerd. En in de tweede, tweede uur hebben we bijna een uur lang een standspetje gemaakt. Zij hadden al liedjes al uh, klaar liggen, weet je wel. Moesten al een in interviews ertussen plakken. Ja. En uh, toen hadden we dus uh, dat, dat interview-exclusief. Fantastisch. Ja, dat was echt, maar het, toen, het, het mooiste was gewoon dat ik dus die kleedkamer inkwam en dan daar gewoon bij die jongens uh, ja, zat. Ja, dat, dat vergeet je nooit meer. Hè? Want ik heb ze wel allemaal hand gegeven. Ja. Ik heb ze niet geïnterviewd, maar ik heb Charlie en Bill Wyman... toen nog wel een hand gegeven. Ja. En iedereen zo, oh, bedankt hè, jullie dat jullie het laten draaien. dat ze dat ook weten te waarderen. En wat goed ook gewoon, daar stond Veronica ook voor. Hè? Dit ja. soort spontane, gedurfde dingen gewoon doen. Uh, kun je ons misschien nog even meenemen naar dat, dat Lapersveld? Dat gebouw, dat magische Veronica-gebouw. Dat... dat ja, ik ben daar zelf nooit binnen geweest. Ik hoor daar de wildste verhalen over. Daar ben jij wel nog binnen geweest, toch? Ja, ja ik heb, uh, ik heb uh, denk ik wel drie of vier adressen meegemaakt van ja. Annika. Wat, wat was de eerste? Uh, ja, dit, uh, waar zaten ze eerst? Laarikslaan. Mm -hmm. ja, ik ken alleen Lapersveld. Um, ja, ik ben die naam vergeten, want ik ben natuurlijk geen heel veel Maar ik denk dat ik drie of vier verschillende locaties meegemaakt oh, ja. heb. En de laatste was inderdaad Lapersveld. Ja, tegenover dat hotel daar. Ja. ja, nou, nou ben niet Ja, maar die route doorrijden. Ja. want ik heb natuurlijk ook, uh, ik ben op een gegeven moment uh, weg geweest bij Veronica, een tijdje, toen ik een Café deed. En toen ben ik bij BMG gewerkt, werken, de plaatsmaatschappij. En die was daarnaast. Ja, 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 ja. ja. En dat is, heb ik anderhalf jaar volgehouden. En toen ben ik weer teruggegaan naar Veronica. Ja, nou, dat is wel heel snel samengevat nu. Want in het boek staat het wat uitgebreider. Maar dat is wel gebeurd. dus ja. ik zat ben ik ineens bij de buren. Maar was dat nou, waren dat nou echt zulke bijzondere plekken? Of was het ook allemaal weer geromantiseerd achteraf. Nou, ik vond de Labersveld, die, die was wel misschien het meest legendarisch, maar het was wel ook wel tevens de, de, de saaiste van allemaal. Ja, ja. Dat was gewoon, dat was gewoon kantoor. Oh, Saai in nieuwbouw. Ja. Terwijl we eerst zat van die prachtige oude villa's. Ja, ja, ja. met Allemaal mooi hout en glas ja. in loodramen en zo. Ja. was veel meer sfeer. Ja. En toen was het misschien ook, want toen ook kleiner was. Want ik weet nog wel dat ik voor de allereerste keer. Uh, bij Veronica kwam, dat was toen Lex me gevraagd had om uh, even langs te komen voor mietloof. Mm -hmm. En toen kwam ik in een, uh, in een kantoorvilla en daar hadden zij, geloof ik, de helft of misschien nog niet eens gehuurd. En toen werkte toen pas tien man of zo. Ja. op de Boer zat daar, uh, Kees Gerritsen, nou, uh, Paul Boots, uh, Dolly, ja. uh, Rita Lammers en nog één of twee. Dat was Veronica. Ja. Ik zag in je boek ook nog, er staan veel mooie foto's in. Ook een foto nog met Good old Kees Schilperoord. Ja, van Kees de stemband. Wat heb je met hem? Heb je met hem nog samengewerkt? Ik ken hem gewoon van, van, van uh, horen en zien. Nou, er, er was natuurlijk een, er is een tijd geweest dat wij uh, in de studio carne deden. Dat was in de jaren negentig. Mm -hmm. Het was een beetje over met uh, locatie uitzendingen. En dan kwam Kees dus vlak na ons in hetzelfde ja. studio, of, of weet ik veel, de studio daarnaast. Ja. En ja, dan bleven we wel altijd plakken. Ja. Het was altijd zo gezellig. Want met de Kees. stemband was uh, met de zwarte. Ja, met Erik Zwart en met de net vertrekt. Ik ja. uh, weet niet meer wie, wie eerst ja. was. En dat was s'nachts, dus ja, na jullie ja, jullie zaten van uh, 10, 10 tot 12, 12 en van 12 tot en we zaten wij op drie. En dan moest je daarna overschakelen dus naar radio 1 en 2. Ja, 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 weet ja. je dat nog? Ja, 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 ja. Radio 1 dat en zei 2. Jos Maartof altijd. Die deed de afkondiging van de studie, ja. de had lijnbewaking. Ja. En dan kwam hij om 20 nou, seconden voor 12, kwam hij er dan in. Ja. Tot zover uh, Veronica's Rockkroeg, Kouwnaan Café in Soest, weet je wel. En uh, nou, het verhaal. gaan ze meteen verder met Annette en Kees op Radio 1 en 2. Ja. En dan doen we gewoon volgens mij het Wilhelmus op 3. <laughs> oh, ja. Maar dan waren, maar dan waren er wel weg. Ja, <laughs> dat snap ik. En hey, je boek is te bestellen via boekbestellen.nl? Ja, dat is het eigen beheer gedoe. Ja. Dus je kunt hem niet bij bol.com... Ook niet bij uh, de boekwinkel, maar bij boekenbestellen.nl. Ja, en wie, wist je, wie mis je nou het meest uit al die jaren? Wie zou je nou, als je nou echt mocht voor het kiezen Alfred. Ja, toch? Ja, ik zou ja. het liefst nog eens een keer uh, uh, dingen, dingen op radio doen met Alfred. Ja. Kijk, je moet je voorstellen, ik, heb, ik ben natuurlijk een geluksvogel. Ik ben natuurlijk helemaal niet zo'n radioman. En hij... Was wel die radio man. En ik ben natuurlijk ook een beetje meegezogen in ja. zijn ja, wereld. succes, in zijn, in, in ja. zijn creativiteit. Weet je wel? Dat, dat straalde een beetje op mij af. Ja. Als ik nou maar zorgde dat die draaiboeken klaar waren, dat er plaatjes er lagen, ja, ja, ja. dat de artiesten er waren. Weet je, dat was mijn werk. Ja. Ja, samen met van mij overigens. Maar goed, alle eer die hem toekomt. Maar wij waren het om het in banen te leiden. Ja. En hij ging gewoon te keer. En hij deed gekke dingen. Weet je wel. Hij maakte de sfeer. Ja. En dat, weet je, dat, dat, dat was natuurlijk ongekend. Zo'n ja. man komt er nooit meer. Nee. En um, hield hij zich wel aan dat draaiboek dan? Ja, dat wel. Ja? Ja, maar daar lette let ik heel ja. sterk op. Ja. Want je hebt natuurlijk van die losbollen die zeggen, gooi dat draaiboek naar nee, weg. Nee, maar wist heel goed dat hij dat moest doen van mij. Want zo was het nou helemaal. Hij, ja. weet je, hij, hij deed niks voor het programma. Maar als hij dan om vijf of tien binnenkwam, lag een draaiboek, dan moest je ja. er wel aan houden. Nou, ja, ook als hij om vijf over tien binnenkwam. Dat ja. <laughs> ook vaak gebeurde. Ja, dat, dat gebeurt ook wel eens. Hè? In de eerste plaats. <laughs> Luister je nu nog wel eens radio behalve je eigen zender? Nee. Niks nee. in de auto hier naartoe ook niet? Nou, ik heb een tijdje en een radio geluisterd toen ik daar werkte. Ja. om een beetje het gevoel te krijgen bij het station. Uh, dat ja, vind ik een hele leuke zender. Uh, vind, vind en toe luister ik nog wel eens, maar voor de rest niet. Nee, heb je nog adviezen voor de radiomaker van nu? Of zeg nou. je van ja, doe het lekker op je eigen manier. Weet je, ik las laatst een interview met William Rutte. Ja. Fotograaf. Ja. Nou, die is, is ook begonnen in Countdown, als, 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 als broekie. Ja. Hè, dat heb ik allemaal meegemaakt en zo. Dat, 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 hij, ik heb hem ook wel geholpen met paletjes te, te fotograferen en zo. En die is natuurlijk beroemde fotograaf geworden. En dan zijn er vaak mensen, dat, het zou, dat zou je ook wel eens een keer misschien ergens gelezen hebben, en dan zeggen ze van, ik wil ook fotograaf worden. Wat moet ik doen? En dan zegt jullie hem wel eens van, van, ja, weet je wel, uh, je moet in jezelf geloven, nou, je kent het zelf verhaal wel. Hij zegt, maar de tijden zijn wel veranderd. Hij zei, want tegenwoordig hebben de mensen hebben allemaal een telefoon en iedereen is fotograaf. Hij ja. zei: toen ik begon, toen werkte hij voor de hitkrant en ik maakte foto's en die werden daar een week lang afgedrukt. Ja. En, dat was, dat was, en zo ben ik beroemd geworden ja. en dan heb ik mijn werk kunnen doen ja. altijd. Zei, maar de tijden zijn zo veranderd. Hij zegt je kunt nu niet meer naar een opleiding gaan en een fotograaf worden en dan in principe dezelfde status bereiken die ik heb. Want dat is gewoon heel erg moeilijk geworden. Ja, ja. Want je kunt je bijna niet meer onderscheiden. Ja. Nou, dat is met radio volgens mij ook zo. Wij hebben natuurlijk de, de, de gouden tijd meegemaakt... dat zij bij Veronica werkten... en dat wij leading waren in, in Hilversum. Ja. En dat de mensen die van Veronica werken... dus Erik de Zwarte, Adam Kurdi en Alfred de Garde... en noem ze allemaal maar op. Maar ook op woensdag, weet je wel. Peter Tekamp. en... en uh, noem, al, noem Hoe wordt hij weer? Uh, uh, verpraag, weet je wel. Giel. Al, al die gasten, die hadden Goed. allemaal... Hun, hun, hun luisteraars ja. had een bepaalde populariteit. Dat waren allemaal persoonlijkheden. Ja. Of het juist daar was of niet, dat maakt niet uit. Maar die mensen stonden ergens voor. Ja. Dat is er dus gewoon niet meer. Nee. Maar toen was het ook nog niet zo versplinterd natuurlijk. Niet zoveel concurrentie. Nee, en... helemaal geen concurrentie. Nee, dat is wel fijn. Je had totaal geen keuze. Ja. Want je weet ook, woensdag, als je niet naar de 2 luisterde... <laughs> dan was je aan de vpro uh, zet je vast. Ja, en dat vond ik wel leuk. Maar voor is bijna niemand. Iedereen ging naar Veronica op 2 op woensdag, hè? Ja, ja. Um, spreek je nog eens mensen uit de radiowereld? Ja, of? Alex is is regelmatig. Ja. ja, goed contact mee. Hoe is het met hem? Ja, ja, goed. Hij is wel uh, heel erg uh, voorzichtig met, met, met corona, Covid, ja. ja. Omdat hij, uh, hij heeft in die niet zijn longen gehad, weet ik veel. Okay. Maar ik, ik zie hem dan uh, af en toe nog wel. We hebben wel contact met hem via de mail en zo. Uh, wie, de, Frans Meijer zie ik geregeld. Wie is dat? Frans Meijer, de productie van oh, ja, ja. En NL Muziekland ja. ja. deed die ook. Ja. Uh, wie zie ik nog meer uit die tijd? Wouter K want die deed de radio rebus ja 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 in de tijd dat ik de concerten ging oh, fantastisch de radio rebus hoeveel post kwam daar niet op binnen en die heeft tegenwoordig een castingbureau hè? dat heet Hebbers. oké okay. oh dat is een bekend castingbureau en, ja dat gaat heel goed en het uh, is begonnen met het regelen van het publiek voor Countdown hmm. in uh, in Bussen ja. hij was een van de mensen die er vaak kwamen maar soms kwamen er gewoon te weinig mensen dus no. de boer dieet we gaan tegen tegen Wouter gezegd... Je moet eens wat mensen meenemen. van je, waar je zaterdagavond uitgaat in, in die clubs yeah. of, of school, weet ik veel. Nou ja, dan ging hij dat doen. En op een gegeven moment toen liep het wel goed. Dus had Rob de Boer gezegd: Van luister, ik wil het al professioneel aanpakken. En tegen jou zeggen: Van nou, voor elke bus die hier komt, krijg je een bepaald bedragje. Ja. En uh, dan kun je daar geld mee verdienen. Dan had hij in ieder geval wat zekerheid. Ja. En Wouter die ging toen echt een beetje serieus aanpakken. En dat is helemaal uitgegroeid tot, uh, tot hebbers. Ja. En wie spreek je nog van de radio? Van Inkel of zo? Spreek je die nog wel eens? Of, uh... Nee, ik ben in zijn programma geweest toen mijn boek uitkwam. Ja. Maar dat geldt ook voor, uh, uh, voor andere. de uh, wereld met Tineke Wild, ben ik geweest? Wat? Tineke ben je ook geweest. Hè? Ja, Tineke ja. uiteraard. Ruud de Wild. Ja, en ook bij Dana Dekker. Ja. En dat uh, zijn allemaal mensen die ik vrij goed ken. Dana Dekker ken ik nu van de Tros. Ja. Want Daan Dekker, die sprak natuurlijk vroeger stapel op auto's in ja. voor ze over. Ja. Ja. Dus het is een klein wereldje dat ja. je al die mensen kent. En toen het boek uitkwam, toen hoefde ik maar een beetje rond te bellen. En ik zat overal. Ja, dat is het grote voordeel. En dan hè? heb je nog uh, op Radio 5 uh, Manuele Kemp en, uh, en Jan Smit. En, Smits. en Jan Smits. De Manuel de Kemp is de vrouw van mijn beste vriend. Nou, hier. Weet je, dus het is allemaal een klein wereldje. 1 1 twee. Toch zei je daar straks dat je uh, wel eens mijn columns leest. En dat je daar ook wel van geniet. Zeker. Uh, denk je dan nooit eens op Patrick wat je toch allemaal opschrijft? Daar hou je geen vrienden meer over? Ja, dat denk ik wel eens. Maar aan de andere kant weet je wel... Als, als, je, als je het niet zo openhartig zou doen, dan, dan kan je het net zo goed laten. Ja. Nee, het is dat, de enige manier. Dat is het ook. Weet je, of je kiest ervoor en dan doe je het zo. En dat doe jij. En daar heb ik heel veel respect voor. Anders moet je het niet doen. Ja. Weet je, maar, jij, jij, jij zegt gewoon wel hoe, hoe, het, hoe het zit. En ik weet niet of jij dat kent. Maar zo wordt ook wel in de radiowereld achter om gesproken over programma's en over dishookies alleen ja als je elkaar tegenkomt dan is het weer oh nee fantastisch ik hoor jou zo graag en dan denk je ja, ja waarom wordt dat nou dus waarom durven we niet tegen elkaar gewoon echt te zeggen hoe, hoe we het zien en ja, wat ervan dat vinden dat stellen sociale omgangsnormen die dat Ja net, is dat het? Ja. Dat doen, dat doen mensen niet ja. graag. <laughs> Dus dat maar in deze vorm. Ja, ja. ja, je wilt toch ook wel een beetje, zeg maar... Uh, nee, uh, tuurlijk. Ik ben in deze uh, interviews... Dat zeggen mensen wel eens... In hey, je columns ben je zo kritisch... en in die interviews ben je zo poeslief. Ja, maar nu hebben we het over de passie ja. voor radio. En ja, dat, vind dat ik ook. Ja, dat is de insteek voor, voor dit soort gesprekken. Ik wou ook nog eens even één ding zeggen. Hè. Dat ik dus even de weinige mensen ben... die dus tot, tot voor kort radio heb gemaakt... en altijd mijn eigen plaatje heb gekozen. Ja, dat is fantastisch. Echt tot, tot ja. vorig jaar aan toe. Je hebt nooit van een playlist gedraaid? Nee. Nee, nooit. Hoe heb je dat voor elkaar gegeven dan? Ja, dat waren, dat waren de omstandigheden waardoor dat kon. Maar ik heb dus, ik heb dus altijd mijn eigen plekjes gekozen. Ik, 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 ik hoor al van die verhalen van die jongens die dan inderdaad al jarenlang die playlist krijgen. Ja. Ik moet er niet aan denken. Ja. Al, 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 al bieden ze me uh, de, ja. de hoofdprijs, ja? nee hoor. Dus Veronica nu zou bellen, iedere dag 12, of nee. maar dan moet je wel van een lijstje nee. draaien. Nee, geen sprake van. Ongeacht <laughs> wat ze ervoor betalen. Als ze zeggen, oké, okay, dus we gaan vrijdagavond elkaar een café ja. doen, dan is dus nooit noods voor niks. Ja. Dat, dat, nou, maar dat maak je wel een mooie vind om mee te nee, praten. maar dat, dat, dat vind ik gewoon ja, leuk. Het is te passen. Het, het gaat mij erom dat ik daar op mijn gemak ben. Ja. Dat ik daar in een soort sfeertje ben waar ik me ja. thuis voel. Met, met artiesten, met Rodis, ja. met, uh, met een zaaltje waar een bepaalde lucht ja. hangt en zo. Maar waar gaan we dat dan doen? In de Vorstin? Ja. Nee, in de Q-Factory. q, q toch? daar ja. heb je nog steeds die banden ja. mee. Ja. ja, die zijn heel goed. En de Q-Factory, ik kan het niet genoeg zeggen, is een super geweldig gebouw. Je hebt je conservatorium, je hebt oefenruimtes, je hebt drie concertzalen, Goeie, goede akoestiek. Je hebt een café, een restaurant, een hotel. De zalen zijn helemaal gebouwd op akoestiek. De, 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 wat ook heel erg goed is, is de, de luchtverversing daar. Oké. Okay. Dus als dat daar weer open gaat, dan zie ik ook dat je daar ook de, de, heel geavanceerde systemen, dat je daar weinig gevaar loopt, ja. wat betreft corona. Het is een geweldige tent. Hele grote parkeerglaasje onder de onder de onder. auto's kunnen staan. Ja, nou, ik denk dat wij hier wel een keer gratis naartoe mogen met z'n twee Kees, nu we dit zo uh, Zo, het sowieso gratis om erin ja, ja, ja. in te lopen. Er zijn ja. muziekwinkels. Oh, leuk. Ja, ik er ken de, het niet eens. Er zijn kantoren waar uh, muziekbladen worden gemaakt, Ja. Music maker en uh, gitaar, gitarist of zo. Kenny Dulver heeft daar haar kantoor met de moeder. Oké, okay. interessant. Sven Hemmond heeft een kantoor daar. Wie is dat alweer? weer? Van uh, Sven Hemmond, die met... met, uh, met uh, die orgel, ja niet ja, dat we het hebben over tijdens we nu ik al die shows, oh, de ja, ja, ja. Nu die ik man met bedoeld. die baard, ja, ja, ja. ja. snap wat je bedoelt. Ja, ja, ja. Uh, het wordt al laat, hè? Uh, even duidelijk. Baarsclassicrock.nl, dat is uh, jouw radiostation. Je boek heet oude pik, is nog steeds te bestellen via boekbestellen of boeken bestellen. Boekenbestellen.nl. Boeken 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 ik sprak met Kees Baars. Kees verwachtend rustig af wanneer Kamer Café weer terugkomt. Volgens mij gaan we nog drie boeken weggeven. Hier in deze. Ja. Nou, dat, is, eh, en dat kan van ja. dat boek. Ja, want ik, ik heb weer nu nieuwe besteld. Ik heb die al ja. verteld. Dit was het aller, allerlaatste. Ja. Maar ik krijg eind van de week, begin volgende week weer nieuwe. Oké. Okay. Moet en gaan Die ga ik doen. signeren. Ja. En die, die wil ik dan opsturen naar drie mensen. Die hem echt, echt. die gaan we op, lezen. Ja. En die, uh, dat is nu vanaf het moment dat dit uh, op de ja, online staat. Uh, dus dat werkt allemaal niet precies. Nou, maar dat maar dan, dan, dan. Dan, dan zorg ik dat ze een gegeven exemplaar krijgen. Oké. Okay, maar wat we... moeten die mensen doen? Ja, daar gaan we het nu over hebben. Eens dus even kijken. Ja, ik hou nooit zo van dat je een prijs van. Want alles is te googelen tegenwoordig. Ik ja. kan je wel vragen van, noem het jaar waarin Kees uh, bij Oorberg uh, ging. Maar ja, dat is, moet je nee, keer googelen. Nee, ik stel voor mensen zoeken gewoon contact met jou. hoe ben jij het makkelijkst te bereiken? Facebook. Kees Baars op Facebook. Kees schrijf je met een K en Baars is met dubbel A. En dan uh, moeten ze maar gewoon contact zoeken me met jou. Stuur maar een berichtje en als ik het een leuk bericht vind, dan uh, krijg je mijn boek. Wordt het beloond. Thuis gestuurd. En jongen, bedankt. Ja, jij ook. Het was een uh, mooi onderhoudend gesprek. En ik, ik hoop nog veel van ja. je te horen. En, en jij gaat door met die columns. Oké, okay, bij deze beloofd.